The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik zeg hier al je over de zorg. Als het ergens over moet gaan, zijn de lst Not the zes libbers op een millenair. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom te de AA. Mijn gast vandaag is een B-girl die in 2011 zelfs bekroond werd als beste B-girl van België. Daar gaan we het best even over hebben. Maar is vooral een van de grootste nieuwe comedy-talenten in dit land. Ze gaat binnenkort in première met haar eerste avondvullende comedyvoorstelling Soetopia. Maar nu is ze hier. Soene Suki, welkom. Hallo. Hoe spreekt dat, dat eigenlijk, zuster? Is dat Nsuki of Nsuki? Nsuki. Nsuki, ja. Gewoon en, zo Nsuki. Ja, hier in België spreek je het Nsuki uit. Ja. In uh, Congo is het Suki, want je spreekt de N is silent. Oké. Okay. En in, in Londen hebben ze zelfs de spelling gewoon veranderd en de N weggelaten. Oké, okay, daar is het gewoon Suzuki, zou ja, dan Ja, inderdaad. Like a Japanese uh, ja, <laughs> een like Japanese dat motorcycle. <laughs> Suzuki! Hey. Zo heeft. Ja, cool, alright Want jij zei af, afkomstig Allee, jij komt het kalmtout eigenlijk hè? Want gij, dat weet ik van heidegeide Heide, heide, heide al gezien ja. Op uw show Maar je um, maar, papa was van Congo? Of wie? Ja. ja, mijn papa okay. is van Congo En mijn ja. mama is van uh, Ekeren Ah oké okay. ja. Ja, uh, Van het exotische Ekeren ik ook. Dat. Ja, ja <laughs> Dus, en je hebt ook een, een, een grote familie, hè? want je gouwelt eens in een hoop thuis. Hè? Ja, uh, dus ik heb, uh, ja, ik heb één tweelingbroer, Frank. Mm -hmm. En dan heb ik nog drie jongere broers, Isaac, Leon en Ineas. Mm -hmm. En dan heb ik ook nog, dat zijn eigenlijk halfbroers, eigenlijk. En dan heb ik nog twee halfzussen, ook, Joël en Maddie. Ja. Ja. Opgegroeid met een hele hoop kinderen. Ja, maar die twee halfzussen die ben ik niet mee opgegroeid. Ah, okay. Die wonen ergens aan. die wonen in Brussel en in. Marchand Famine. Oké. Okay. Zie je soms guy die soms? Of is, uh... Ja, ik, de ah, wel de laatste jaren veel meer. Ja. Ik heb die gisteren ja. nog gezien, Joel, en, en Maddy. Trouwens, oh, okay. ik zie die eigenlijk niet zo vaak, want die woon ook ver weg. Maar ik heb ze gisteren nog gezien. En mijn broer zie ik regelmatig. Jullie zijn ook, dat is hetgeen dat je ook in je show, ik ga je show niet spoileren, want die moet natuurlijk nog uitkomen, maar er zijn een aantal dingen dat je vertelt, als in dat je papa eigenlijk redelijk vroeg weg was. Hè? Ja, ja, ja. En dat ja. klopt. Dus jij het ja. eigenlijk opgegroeid met een single mom? Yes. Of? Ja. ja, single mom. Ja, dat zijn de, de hardst werkende vrouwen op de wereld, hè? <laughs> single echt, moms. Dat is ja, ja. En En hoe heb je dat eigenlijk ervaren als, als jong... Was dat heavy? Had jij zoiets van shit? Had rap door dat het in andere gezinnen anders was? Of? Uh, ja, uh, langs de ene kant was dat voor mij eigenlijk mijn jeugd. Ik herinner, ik, mijn herinneringen zijn eigenlijk vrij positief en blij. Uh, de helft toch ervan. Uh, mijn, mijn jeugd met mijn broers. En dan mijn mama die, eigenlijk, die werkte keihard. Maar elke dag als we thuis kwamen van school, stond er zo een appelsapje in een schipje klaar. En uh, die, was er ook heel, die was er altijd voor ons. Mm. Sochtes, s avonds, ook, s'nachts, als je zo als 14-jarige zo'n pubercrisis hebt en zo. En dan zo met mama zitten praten tot half twee. En dan zo. Alle, een pubercrisis. Ja, ja, pubercrisis. Dat hebben ze soms. Hefde toch soms. Zo. Ik weet het niet, verklaar. Wat waren nu pubercrisissen? <tokajns> dat, nou dat is een goed woord ook dat je zegt. Ik had weer een pubercrisis. Dan zie ik zo'n klein zoem met te veel haar. Zo, ah! Op en neerspringen springen op haar bed of zo. Over wat ging dat dan? Als je als daarover babbelde. Ja, die pubercrisis. Dat, dat ging heel. Ik, was, uh, ik, ben, uh, ik ben nu heel, heel uh, extravert en heel. Uh... Ja. Ik denk dat ik sociaal wel. Ben of zo, ik kan uh, goed om met mensen. Uh -huh. Maar in de puberteit is alles is zo, alles is awkward en ik trek mijn eigen. Nu ben ik er zo ietsje gehaarder in, maar ik trek mijn eigen alles aan. Uh -huh. Dus als er in een groep uh, één iemand gepest wordt, dan trek ik mij dat keihard aan. Of als er iets iemand zich niet goed voelt, ik trek me dat keihard aan. Dus heel mijn puberteit was voor mij enorm emotioneel, maar echt zo uh -huh. van het level van zo, ik ben gestruikeld. In de klas. <laughs> en nu is mijn leven voorbij. <laughs> Iedereen heeft gezien dat ik mijn één been niet voor mijn ander been kan zetten. <laughs> They will think I'm a moron. Ik heb een schaafhond op mijn knie. is nooit meer. En als je, als je meestal, gelijk dat je zegt, als, als iemand, en je gevoelde dat iemand gepest werd, of dat je voelde dat iemand zich niet goed voelt, heb je dan ook de neiging om daar iets aan te gaan doen? Ja. Of ze de, trekt het je alleen aan, maar, maar houdt u je op afstand? Wat... Nee, nee, nee ik, ik ging daar altijd iets aan doen. Ja. Maar dat is ook soms, dat werd soms een beetje verwrongen, want soms, ik herkende ook soms het verschil niet tussen uh, plagen onder vrienden en zo echt pesten, zo. Mm -hmm. Want echt pesten, dat... dat hij ging samen met uitsluiting en die persoon mm -hmm. wordt alleen maar aangesproken als de ambetante of de Vozen of de Nerd of wat weet ik. Mm -hmm. Maar ik kon het verschil niet goed zien tussen plagen ondervinden, dat trok ik mij dan ook al aan. Ja. Dus onder een vriendengroep, en dat de ene zo, ik weet niet, was gestrunkeld, of, of, ja, 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 ja. of ik weet niet, iets genant had aangedaan, of, en die wordt dan zo mee geplaagd, maar die kon er maar dat Ik, ik altijd zo, ging dan altijd zo ter verdediging. Zo. Ja, ja, maar alleen gisteren had hij toch wel een toffe trui ja. zo, zo, aan? Zo, en iedereen denkt, oh, seut. Ja, maar echt, ja. ja, ja, echt, ik was echt een seut. Ik zat dan voor in de klas zo, altijd zo, ik was ja. altijd de eerste die het antwoord wist. En zo. Ja. Maar als er dan mensen echt gepest werden, dan, dan ging er altijd vrienden, vrienden mee zijn. Ja. Ja. Dus, ja, dat is wel een mooie eigenschap. Ja, voor een stuk wel. Mm -hmm. Voor een ander stuk is dat zo. Je kunt ook niet... Ik vind dat iedereen zijn taak is om tegen pesten op te komen en zo. Maar je kunt ook niet het leed van de wereld oplossen. Dat gaat gewoon niet. Je kunt niet alles en altijd overal in de bres springen en de savior, de redder zijn. Dat gaat gewoon ja. niet. Dat heb ik al lang gehad. Ja, Unless de... you're the president of the United States. wij ja, <laughs> <laughs> kunnen dat wel. Ja, dat is de enige job waar je daar wel mee ja, Inderdaad. Ja. Maar als je dan precies van volledig tegenover is het te doen. Ja. Oh, like ja. that, dude. <laughs> Misschien daarover straks. Ja, weer. inderdaad. We zullen wel zien waar dat ja, gaat ja, komen. Voilà. Wat, wat ik interessant vond, was toen ik. Dat toen ik, 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 ja, ik ken u, uiteraard. En we kennen elkaar goed. Dus mm het -hmm, is mm -hmm. ook altijd een beetje raar. dat je iemand half moet interviewen, dat je goed kent. Ja, ik snap Daarom het. is het ook een podcast. Omdat je dan ook wel in het eiland kunt lullen. Maar ja. het eerste dat, je, dat er over je gezegd wordt op uw Wikipedia-pagina, is dat jij een B-girl <laughs> zegt. En ik, ik dacht echt zo, oké, okay, voor de mensen thuis als iemand die, die breakdanced eigenlijk. Hè. Mm -hmm, Daar mm -hmm. komt hij op neer, want er zijn veel mensen die gewoon denken, wat was dat dan? Hè. Yeah. Want voor de mensen die wat meer met hip-hop-cultuur bekend zijn, is dat uiteraard een bekend fenomeen. Maar voor de mensen die dat niet weten, dat is dus wat dat is. Hoe zijn ze daarmee begonnen of hoe zijn ze daarmee in aanraking gekomen? Uh, ik wil ook een rap eerst even zeggen dat ik dat ja? zot vind dat ik een Wikipedia-pagina heb. Dat is ik goed, heb die he? niet zelf geschreven, hè? Ja, nee, ik, ik heb die van mij ook niet. Dat is, dat, is ook, dat is letterlijk ook iemand, want er staat ook allemaal nonsens op. Dat totaal allee, waar ik mij niet mee wil associëren. Dat ik echt denk, really? Is dat, de, is dat wat er hier over mij gezegd wordt? <laughs> want ik had er met Diablo, met een band ook een, maar die heeft yeah. onze manager onder handen genomen toen. Ah, en, ja. de, en die is veel accurater en veel juister. Oh, yeah. Ik heb gewoon I never bothered met mijn Wikipedia-pagina. Nee. Ik had zoiets, I don't give a shit. Yeah. En als je het leest, denk je dat die zegt één en een hoop flauwekul yeah, yeah, yeah. yeah. maar, maar jij er nu ook in? en daar yeah. wordt, op, wordt vermeld dat jij in 2011 yeah. uh, verkozen werd als het beste yeah. b-girl van België. Ja. Yeah. Maar vertel, hoe zijn ah, we daarmee uh, begonnen of hoe, uh, hoe is dat allemaal in je leven ingerold? Ah, wel, ik dans eigenlijk al heel mijn leven. Van mijn zes of zo ben ik begonnen met ballet en wat weet ik allemaal. En moderne dansen, street, street dance en al die dingen. En dan op een gegeven moment, ik weet niet meer precies hoe oud ik was, maar ik denk, ik ben op mijn 19 echt fatsoenlijk begonnen met breaken. Ik mm -hmm. denk dat ik op mijn 18 al zo wat lessen had gevolgd of zo. En uh, dat kwam gewoon zo, ik was op de braderij van Merksem, of All Places, ja. en er was een standje van die Waar dansschool. al de groten beginnen. Ja, ja, echt. Maar ik was op de braderij van Merksem, en uh, waarom, dat weet ik al niet meer, ik zou vandaag mm -hmm. nog even doen, maar uh, niks tegen Merksem, maar toch een beetje. Uh, <laughs> en, uh... We hebben niks tegen Merksem, maar we zouden er niet doodgevonden willen worden. <lacht> nee, <lacht> Uh, en ik zeg daar ineens breakers. Ik zeg daar is allemaal breakers bezig, zo buiten mm. zo. Ik zo. Ik zag zo. Ik zeg dat. En ik dacht zo. Ik moet dat kunnen. Ik moet dit kunnen. Ik moet dit nu kunnen. En dan ben ik lessen beginnen volgen, een jaartje. En dan heb ik na die lessen, ja, daar kwamen dan. En had je dat gedaan in Kalmthout? In Merksem. Neen, Merksem. Merksem. En ik pakte elke, elke elke dinsdag of zoiets was dat. Pakte ik, pakte ik de bus. Pakte ik de bus van Kalmthout naar Merksem. Maar mm -hmm. dat is een kut kutreikse. Jesus, dat is echt zo. Een, wacht, een half uur met de bus naar Capelle. Dan in Capelle twintig minuten wachten. En dan daar nog eens een half uur. Dan ik, dus ik was anderhalf uur à twee uur. Gang ik er vanaf dat er onderweg voor een uur les. Ja. En dan moest ik direct door, want anders miste ik de laatste bus. En ik heb ook ik, een paar keer gehad dat ik zo licht te zwaaien naar die bus, en heeft mij gewoon voorbij gericht, ja. <laughs> een paar keer zo. En mijn mama had geen notel, dus dat was gewoon zo ja yeah. alright we stappen naar aan terwijl we zo wat die Ja. Yeah. Veel gedaan. maar dan ben ik uh, veel gaan trainen in Kafka dan waren de gasten, breakers die er afkwamen en die zeiden van ah, kom gewoon trainen in Kafka Had jij er ook niet les gegeven aantaaat ja um, ik heb les gegeven dat was in CC Bergen was dat. Ah, ja. aan uh, andere ik wou meisjes leren dansen vrouwen leren dansen uh, maar dus in Kafka heb ik gekeerd getraind en toen maar ik trainde echt ik trainde mij kapot ik trainde mm. bijna elke dag ik ging ook naar school en het was heel raar, maar ik was ook studentenvertegenwoordiger. En dat deed ik vol een bak. De school, zo middelmatig. Mm -hmm. En dan dat breken, dat was echt het enige wat telde. Ik deed alleen maar dat. Ja. Dus ook familiefeesten, vriendenfeesten. Ik heb, mij nog, ik heb nog een lange brief geschreven naar mijn beste vriendinnen, omdat ik daar twee of drie verjaardagen van heb gemist, omdat ik was... Ja. Ik, zo, ja, ja. ik kan niet komen naar uw verjaardagsfeest, want er is een battle in... Zo, er is een plek die niet belangrijk is. Zo, ook geen belangrijke battle, maar zo, dat was alles wat er voor mij bestond. Ja. En zo ben ik, ik ben een luchtkampioen geworden, omdat ik, uh, ik, 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 ik... Ik ademde break. Dat was ja. het enige wat voor mij belangrijk was. Doe je dat nu nog veel? Nee, veel minder. Ja. En ik mis dat heel hard. Ja. Ik doe dat nu thuis alleen... Zo, ik heb boven in mijn slaapkamer, ik heb zo plek en ik heb zo mijn zo matteke. in de living zo. Ja, maar dat is echt is zo in mijn, mijn matteke naast ja, mijn bed. Ja. Dat is zo'n zo, zo vinyletje dat daar ja. ligt. En ik break breakdance soms alleen, maar dat is kei... Want break is een sociale sport, een mm -hmm. sociale dans eigenlijk, dat is meer een dans dan een sport. En dus dat alleen doen is een beetje triestig, maar... <laughs> Ik ben samen altijd aan het optreden nu. Ballad of a Sad Breaker Echt zo. Starring Soon Suki. Zo, mijn eigen aanmoediging zo. Ja. Yeah. Ja. yeah. 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 <laughs> <laughs> zo, alleen maar van die liedjes opzetten die dat zo... Waar dat toch nog een beetje aanmoediging in zit. <laughs> Inderdaad. Hè? Zo, Run DMC. <laughs> terug boven alle zo. <laughs> en is dat bij u vertrokken vanuit een... Bij u, ik heb het gevoel dat bij u vanuit een dans vertrokken is en niet vanuit een muziek. Kan dat? Of is het, was het uh, allebei? Samen, ja. ja. Allebei. Ja. Mijn muziek is voor mij super, super belangrijk. Ja. En ik dans alleen maar omdat er muziek is. Ja. Ik kan nooit, Als je danst en er is geen ja, muziek, they call that mental illness. <laughs> of hedendaagse... It is the music in my head. Zo, so, ah, is het that? <laughs> daar, dat is goed. Daar hebben we pillen voor. Relax. <laughs> Kom even mee naar deze kamer. Ja, ja. Let niet op die jas met lange mouwen die we je gaan aandoen, dat hoort bij de dans. Maar uh, en, uh, van, van jongs af aan, uh, fan van, want natuurlijk, eh, breakdance is een van de onderdelen van hip-hop eigenlijk. Yep, ook, yeah, van yeah. uh, hip-hop culture. Yes. Uh, and, uh, want wat zijn de onderdelen nou uh, weer? Het is DJen, het is dansen, het is uh, ja, rapper. DJen, break, ja. MCen en dan ja. graffiti. Ja. Maar dus ze zeggen ook eh, beatboxen hoort er eigenlijk ook bij. En ja. ze zeggen ook soms organizing en zo. Dus dat is ook wel ja. waar, maar de original four elements. Ja. De Four Elements. Dat is cool, hè? Dat is ja, altijd, ja, al, ja, altijd, cool. al, altijd al cool. Dat, uh, wat, wat, wat cool is om hip-hop is dat hij zichzelf onwaarschijnlijk, zoals elk goede genre, kon mythologiseren. Hè? Ja. Die hadden heel ja. goed al direct yep. door van. En wat ook heel mooi is in die, in die reeks op, uh, op Netflix, The Get Down, ja, waar ja, je zo ja. eigenlijk die mythologie kreeg van New York, van hey, DJ yep. Cool Herc en Afrika ja. Bambata met de Zulu Nation. En dan ja. Grandmaster Flash en zo. Wat is het bij u bij begonnen? Welke waren de, de hiphoppers waar jij van zei daar? Uh, of heb ik ze net opgenoemd? Nee, nee, nee. nee. Uh, nee. De Fugees eigenlijk. Oké. Okay. De uh, score, dat so album. Het ja. ja. enige album ook, denk ik. Ik weet het niet of, heel of de, enige... de, oh, dit, het is een bekendste, bekendste album. in ieder ja, geval. Ja, ja, dat is sowieso. De Fuji Live en ja. zo. En, en dat album, ik weet nog, ik, la, ik werd al besteld van ECI. De, de boekenclub waar je nooit van af geraakt. Als je daar lid van wordt, dan moesten ze een familielid offeren aan de goden om, 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 dat, om, om, dat, om dat, dat, dat abonnement te kunnen op Wie god het minste missen van uw familie? Idiastje zit uh, de jongste ja, jongen. Ja. Off you go. Ja. Dus had hadden besteld en dat was yeah. voor u de, de, ja, de Big de, Bang. Of? Ja, mega. Ja. ja, want daarvoor luisterde ik alleen maar zo naar uh, gewoon de radio. Hmm. Zo Radio Donna en wat weet ik allemaal. Ja, Radio Donna eigenlijk, daar luisterde ik. En dan nam ik op met mijn cassette, maar dat was dan Britney Spears en de Spice Girls en al die dingen. Maar wij hadden de Fugees besteld, we hadden die CD opgezet en dat was echt zo: wat is ja, ja, dit? Ja, ja. Ja, ja, ja. <laughs> dat is zo graaf. En vandaar, uh, ja, met de fusies is het echt begonnen. En dan heb ik, ik jongen, ik heb afgezien, omdat wij gingen. Het was zo internettijdperk, begon juist. Mm -hmm. Maar we hadden geen computer. En ja. we hadden geen internet. En iedereen was alles aan het downloaden op Kazaa en op Limewire. Mm -hmm. En wij zaten zo startsel naar MTV te zien, zo te wachten tot dat één clipje dat je wou zien. Ja. opkwam. En ik, ik, weet, ik was echt kapot aan het gaan. Ja. Want we hadden ook geen geld voor zo'n CD's te kopen. Dus een CD was ook zo. Een holy grail, hoor, die cd's. Ja, Ja, herinner ja. ja, ik me ook nog toen ik cd's begon te kopen en ik had ook ja, geen klote geld. Hè, en je begon zo te kiezen tussen het gewoon een cd worden en de rest van de week Miracoli, of niet. Hè. Maar dat zijn inderdaad zo van die cd's die, je, die, je, die meer waard zijn dan ja. alles dat je nu koopt. Hè. Ja, echt wel. Allee, voor de mensen die nog cd's en platen kopen, ja. maar je voelt toch dat dat, dat, dat een, 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 een waardevermindering is puur mm -hmm. en alleen doordat je het zo gemakkelijk Ik voelde wel dat, dat vroeger voelde dat alsof dat je echt je had gewerkt voor die cd en je ging de beluisteringen er ook uithalen zo hè. <laughs> je draaide dat ook kapot ja en je, ja, ik... je ja. kent dat ook van buiten ja. wat zijn er nog zo van die platen die dat voor u het allemaal gedaan hebben dat je voelde van nu is ik vertrokken of... um, ik moet zeggen uh... Toen ik in het begin begon, ik begon te breken... Want in mijn tienertijd luisterde ik nog zo nog wel naar hip-hop. Maar ik heb ook mijn drum en bass periode gehad. Ik heb ook hardcore geluisterd. Niet gitaar hardcore, maar mm -hmm. elektronische en acid ja, en ja. Zo, al die dingen. Dat heb ik ook allemaal. Maar dan, uh, op mijn 19e, als ik begon met breken En dan begon ik ineens. Keiveel, ja iedereen in break, ja, hip-hop en funk, dat zijn de genres mm -hmm. van break. Uh, en dan heb ik uh, van een vriend heel uh, merk van naast gekregen. Ja, ja, ja. En dat is wel, oké, okay, dat is voor iedereen. Vrij klassiek album. Maar dat is echt, echt zo'n graaf album. Dat is van A tot Z. Ik hoor, kinderen, ik zo, zo Een album is voor mij echt exceptioneel. Als je dat kunt blijven opzetten, je moet geen enkel nummer skippen. Je mm -hmm. kunt dat gewoon luisteren. Dat brengt toch een bepaalde sfeer. Je hebt bijna altijd zin om dat te luisteren. Mm -hmm. Dat was voor, uh, heel van Nou, dat was voor mij echt. Heeft daarna eigenlijk ook nooit meer. Allez, sorry Nas, ik weet dat dat moeilijk is, een carrière volhouden en zo. Mm -hmm. Maar heeft daarna ook nooit meer dat niveau bereikt, vind ik. Ja. Maar dat maakt niet zo uit. Ik wilde gewoon dat album. Dat was echt ook al die producers dat op stonden, waren voor mij zo. Uh, hey, je kent dat zo je de nieuwe producer. En dan gaan we van die producer alles checken. En dan, ja. Dus dat was echt zo een startpunt voor ja. uh, alles te ontdekken. Ja. En Nas was eigenlijk een van de. Van de gasten die dat ook heel hard, dat, 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 ja, dat East Coast ding had, mm -hmm. hè? New York, mm -hmm. die was niet... Hè, want, want je had, had zo'n hele periode dat de West Coast het zo wat had overgepakt yeah, mee. Yeah. Nee, met al way, die gangster-stuff, yeah. yeah. en al die G-funk, en alle yeah, yeah. ja, zo, zo dat soort dingen. En ineens kreeg je zo een heel harde... Want dat is eigenlijk een redelijk minimalistische plaat, yeah. Dat is niet yeah. super... Nee, dat dat stond ook niet nee. vol catchy hits ofzo, dat is eigenlijk meer een gast dat een verhaal vertelt. Yep. Yep. Want wij hebben het ooit eens gezien, hein, Andries, we hebben uh, Ik ben een mega fan van we hebben ja. het... Zeker ilmatic is ook een van mijn ja. absolute favorieten. Het was heel tof om te zien dat hij zo die integrale bracht, zo'n aantal jaar geleden. Ja. ja, we hebben ja. dat gezien ja. op Doer, ik weet niet of jij ik dat... Ik ben doen. dat gaan zien op... Uh... De, op het Ja, hij hier ja geweest, OLT ja, hier ik Ik kon het niet, want dan ja. ik, ik was heel blij dat ik, uh, dat ik Doer toevallig op hetzelfde ja. festival was. Daar zat ik zeker geweest, ja. Ja, ik vond het een, een klein beetje teleurstellend. Mm. Ja. Maar het ja. is, is lang geleden, hè. Ook, ondertussen een andere mensen geworden. Ja, ja, het is dat. En het is veel, dat. Veel, uiteindelijk heeft hem veel meer erna dan hem gedaan dan hij ervoor had. Inderdaad. Het was written, was dus een commerciële ja. doorbraak en Odin was Pas zo. Ja. Ik vind dat je nog wel, als je een greatest seats mocht van al die andere dingen, nadien. Dat is nog ja. wel een toffe album. Tof dat is waar. Album. Maar dan moet het een greatest seats zijn. Ja. En niet zo. Ja, We hebben eigenlijk Nostradamus en zo, dat is, dat is goede dingen ook, maar ja. ook veel, ook veel, veel minder. Ja. ja, niet zo goed. Maar ja, okay, ik snap dat ook wel. Is ook, het is moeilijk om zo'n carrière te maintainen. Weet je? Zoals, dus nee, zelfs bij de beste merkte dat, dat dat sowieso, wat, wat Dre goed in was. was om één keer om de tien jaar een plaat te brengen, zodat yep. je kunt zeggen: hé, hey, deze is ook goed. Hè? Ja, ja. Want ja. Is, zelfs die laatste komt, die neem ik eigenlijk ook niet zo enorm veel opgezet. Nee, zeg. maar ik heb gemerkt die is... dat die. Uh, dat is ook niet Dre, uh, en je snapt nee. ook wel. Want je die, die, die wilt ook niet in herhaling vallen. Dus nee. je gaat ook niet hè, zeggen van we gaan de Chronic 2 doen of. Nee. of maar, hè. En dat feur is er ook wat uit. Hè. Je moet ja. dat ook niet onderschatten. Dat ja. is ook zo'n Ilmatic. Op dat moment is hij een eerste alleen Niet de eerste, maar een van, die, een van die generatie is sociaal enorm betrokken. En wou echt iets neerzetten. Ja. En dan komt het grote geld. En dan moet je volgens mij nog van. Ja, hoe zal ik het zeggen, elke standaard hoog houden om het toch vol te houden? Ik denk dat die geloofwaardigheid voor uzelf moeilijk is om die hand te handhalen. Ja, no, dat, dat is gewoon zelf al hoe, hoeveel dat je, want je moet ook niet onderschatten, denk ik. Ik denk dat dat voor elke artiest is die je niet mokt. Als je zo, hè, of het nu artiesten zijn die platen maken of comedians zijn dat shows maken om relevant te blijven en ook hetgeen te doen dat nog. Ja, op een bepaald moment kun je soms ook het gevoel hebben van zo, het, Hetgeen dat ik echt moest zeggen, dat heb ik wel gezegd, maar ik nog niet dood. Dus ja, hè, en ik kan ook niks anders. Dus ik kan wel dingen blijven maken, maar nu wil ik wel, en nu moet je al harder op zoek gaan naar wat die zegt dat je wilt zeggen, mm -hmm. dan dat je het wanneer je zo'n jonge kwaaie artiest bent en wanneer het er eigenlijk bijna allemaal uitvliegt. vliegt. Hè. Was er met Fujis, omdat dat zo begin was, Lauren Hill, was dat dan zo, misschien wel een cliché, maar was dat, een, was dat een heldin? Ja, maar zonder dat ik het, Weet je, als je zo klein zou ook, dan... Uh... Je zei je ook niet zo, nog niet zo bewust van zo. Voor mij was dat gewoon zo: ah ja, die rapt. Snap je, want nu zou dat zo: strong female MC en en vrouwen zijn nee. ook dit. Nee. En toen was dat voor mij gewoon: dat was gewoon de Fugees. En ik hoorde die en ik vond die allemaal een graaf. Ik dacht: wow, dit is echt een graaf album. En ik zeg dat toen helemaal niet als zo een heldin of zo, maar misschien wel onbewust, maar toch niet. Bewust als kind, dat zo al die verhoudingen zo goed, dat ja. niet altijd even hard bewust door of zo. Maar als ik nu terugkijk, vind ik dat wel speciaal dat mijn eerste album toch ook wel een female MC inzet. Want als je, als je kijkt, ik kijk ook naar mijn eigen bibliotheek. Ik merkte dan een half jaar geleden en ik dacht zo ineens: mijn bibliotheek is serieus 90% mannen. Mm -hmm. Maar echt zo. Oh, niet 60%, maar, maar iets zo... Die doen ook alles is bedoel, Wat toen die wijven eigenlijk allemaal behalve wat zagen? <laughs> eh? uh, op bezoek komen <laughs> bij uw podcast? Ja, ah, voilà, um... voilà, daar, daar. Eh? Uh... Inderdaad. Eh? De, 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 uw waardeloze podcast opwaarderen, dat doen die ook. Eh? Nee, maar dat, dat, dat kan ik me wel voorstellen. Zeker ook hip-hop is, is ook een. Alleen net zoals eigenlijk bijna heel veel genres, dat wordt altijd gezegd, dat is, dat is een mannenwereld. Ja. Eh? En dan ja. Je voelt ook wel dat er meer en meer... Wat ook al wel al lang is. Want het is ook niet mm -hmm. dat vrouwen er niks zijn. Queen Latifah destijds en zo. Het, het, wat ik wel altijd cool vind aan alles eigenlijk, is basically, als je het goed kunt, kun je ook wel mee. Mm -hmm. zo, en dan zullen mensen ook wel zeggen, ja, die skills, dus, dus die kan mee. Dus die krijgt ook respect. Ja. Wat ik niet, niet zal zeggen, dat die misschien niet daar harder voor moeten werken. Want dat kan ik me wel voorstellen, dat mm -hmm. op het eerste zicht, wat je ook vaak mee comedian zet. De volgende komiek is een vrouw. Hè? Dat ja. wordt al vaak zo aangekondigd door een MC. Alsof dat de hele zaal al moet gaan denken: oei, nu moeten we extra gaan opletten. Of dat zal wel twee keer zo moeilijk zijn dan. Hè? Ja. Ja, dus ja. Dat, soort, dat soort dingen je wel, hè, of hebben er nog vaak mee te kampen, denk ik wel. Ik weet niet hoeveel dat, ja. dat, dat nu nog is, maar. Ik denk uh, in hip-hop of in, in comedy. In alles uh, in het algemeen eigenlijk. Ik vind wel al, als ik het mij zeggen over, over uh, vrouwelijke MC's die daar groot worden, mm -hmm. die echt, echt groot gelijk een, een Jay-Z of... Mm -hmm. of, of uh, allee, I don't like the guy anymore, maar een Kanye of mm -hmm. die, die echt zo. Iedereen kent die. Mm -hmm dat het eigenlijk alleen Nicki Minaj mm -hmm. en Cardi, dat, Cardi B dat begint te komen, mm -hmm. maar zo waar hij op, er zitten wel er zijn kei veel MC Light, uh, Roxanne Shanté, uh, uh, veel echt insane female MC's die daar al jaren mee gaan. of mm -hmm. zo. Remy Ma, ja, ik, moet, ik moet er niet op, oh, Missy Elliott, er zijn er, 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 er kei veel, mm -hmm. mm -hmm. maar om de een of andere reden Komen die, niet, die komen die niet naar de, het bovenste, de, de upper echelon? Zo. Die geraken mm -hmm. daar niet. Mm -hmm. En de vrouwen die daar wel geraken, gelijk een Nicky of gelijk een Cardi die daar onderweg is. Die, die zoeken dus zo... nooit meer de pure hip-hop, hè? Die zijn, mm -hmm. Ja, ik vind, dat, ik vind dat niet per se niet pure hip-hop, want Nicky schrijft haar eigen teksten, die is eigenlijk lyrisch. Super sterk. Die is echt. Is ja, maar ik wil zeggen, de songs waar dat ze voor gekend is, waar dat ze mee doorgebroken zijn, ja. zijn geen pure hip-hop. Ah, zo trak. die beats ja. Ja. Dat dat is, is, eigenlijk, het, is eigenlijk puur, het is eigenlijk de pop. Dat, ja, dat het, als ze je. niet kiezen voor de ja. pure pop. Yeah. Dan, uh, ja bij Beyoncé en zo, oké, wat dat en dan ook een, hè, dat is, die is niet maar, dat een maar die dat is echt een ja, ja, ja. Ja. maar die is, maar die ziet natuurlijk ook altijd er mee in, omdat die ook heel veel heeft samengewerkt met hiphoppers. en ja, 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 ja. featuring zeg ja. gedaan, ja, 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 ja. Op dat soort dingen, hè, zo Rihanna ook en zo mm -hmm, dat mm -hmm. soort, maar die komen inderdaad altijd meer uit die een R&B hoek, dan net die komen ja. uit, uit een, een hiphop. En denk je dat daar een reden voor is, waarom dat dat uh, Bezie dat... dat als een, uh, als een soort uh, mannelijk systeem dat hij er toch probeert onder te houden, of niet? Ik, wat ik gewoon merk, ik denk al, niet dat ik het hele systeem door heb, maar als je kijkt naar het Amerikaans muzieksysteem en hoeveel geld het daarin omgaat, mm -hmm. en hoeveel gemakkelijker het er is om een sexy vrouw te verkopen dan mm -hmm. een griet die dan niet per se bezig is altijd met sexy zijn, mm -hmm. dat is iets dat ik wel, ik merk dat wel. Ja. Zo, Zo'n een, een, een griet of een ding. Of, of ik weet niet. Dat hebben we nog nooit gezien. Terwijl een, een mannelijke MC, die kan alles zijn. Je hebt echt alle soorten. Je hebt de Jay-Z, de klassieke Kingpin, grijve gest al heel jaren in de game. Je hebt een Tyler de Creator. Zo. Uh, zo awkward, zo, uh, zo alternatief. Die gast die hint altijd dat die gay is. Misschien is die gay, misschien is die niet gay. Je mm -hmm. hebt daar veel, veel, veel meer figuren in. Een older, mm -hmm. die bastard. Zo. Mm -hmm. arre, eh, arre, is het niet meer? Maar, um... Rest in peace, ja, on inderdaad. <laughs> Zo'n zo vuile gast die daar zo... Ja, ja, ja. Ja. Terwijl bij de... Bij... Gewoon, en dat bedoel ik qua, qua persona, personages. Als we die mm -hmm. allemaal personages zouden maken. Mm -hmm. En bij de female MC's die groot zijn geworden, die hebben precies allemaal hetzelfde personage. Mm -hmm. Allemaal zo... Die rappen ook altijd over mijn pussy this en mijn pussy that. En, ja. en ik, ben, ik, 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 little ben ik ben graver dan de andere ben Ja, Ik ben graver dan de andere grieten. Ook altijd zo mega opgesext. En pas op. Ik heb respect voor hun, want als dat is wie dat die zijn, hé, hey, good mm -hmm. on you, en goed bezig. En ik ben blij dat je zoveel verkoopt. Maar waarom? Ik zeg gewoon, waarom niet meer? Waarom zijn er niet meer vrouwelijke Maar het had dat in een tijd geduurd, denk ik, met, met heel veel mannelijke. Hè, want mannelijke hip-hop is ook door allerlei fases gegaan. Hè, dat je ook mm -hmm, voelde. Mm -hmm. In het begin was dat basically zo wat. Hè, zo wat, zo wat de, um, het, het was het de muziek die van de straat kwam, van de mensen die dat hun eigen cultuur eindelijk hadden en konden mm -hmm. zeggen: Ik heb hier een stem en deze is wat er hier aan het gebeuren is. Eh, onder de neus van eigenlijk heel veel pop dat toen populair is. Eh. Heel veel dingen dat toen, want ik denk dat dat samen met, met punk, denk ik, de twee genres zijn dat het meeste hebben beïnvloed in muziek dat er zo wat is in de laatste 40 jaar. Maar daarna hadden ook heel hard dat. dat, dat en bragging ding gehad van met je uw, uw pool en je bitches en je geld en, en al dat soort dingen. En, en dat is een hele evolutie doorgegaan. Het gevoel dat dat bij, bij vrouwen nog moet komen, of dat dat er ook al wel geweest is, maar dat er zo'n ding is dat dat toch nog altijd. Dat je niet daar gerokt, dat je niet die, die Grietse dat zichzelf ook kan verkopen als, als een, als een sekssymbool. Is dat het ja. vooral? Ik denk eigenlijk dat die vrouwen er altijd bij waren, maar op de ja. achtergrond. Mm -hmm. Ik bij de Dog Pound van Snoop Dogg hadden uh, de Lady of Rage. Mm -hmm. Die is gewoon met heel dat label, als dat ten onder is gegaan, die is gewoon mee ten onder. Maar die rapt nog altijd. Die is ja. er nog altijd. Mm -hmm. En die had toen, uh, je moet maar checken, Afro Puffs. Uh, van Lady of Rage, kijk of nummer. Mm -hmm. die, die waren er altijd. Die waren er altijd bij. Maar mm -hmm. die is gewoon, een reden van de reden, werden die altijd naar achter gestoken. Ja. Allee, dat klinkt alsof dat iets actief is. Ik denk dat dat soms iets actief is geweest. Van nee, we gaan die gest pakken in plaats van die griet. Of nee, een griet die rap, dat kan niet. Maar heel vaak ook. Weet je, hip-hop zit in onze maatschappij. Weet je? Mm -hmm. dat is ook een onderdeel van onze maatschappij. En die is gewoon. Dat, allee, in de geschiedenis is dat altijd gewoon heel meeldammen dame geweest. Mm -hmm. En dat is niet dat het dan de schuld is van alle mannen. Of en jullie moeten daar per se nu, jullie zijn daar schuldig. Daar niet. Maar. Die verhoudingen... Allee. Mm, ik, denk, ik denk ook wel dat we nu in een, in een periode zitten, zeker nu, hè, de voorbije paar jaar, dan heb ik het over de voorbije twee, drie jaar, dat vrouwen op allerlei vlakken uh, ook meer hun plaats opeisen ja. dan daarvoor. Hè. Ja. Ik denk dat dat het ook een beetje ook, meer is. Ja, ja. Want ik denk heel vaak dat die, dat die vrouwen toen vroeger misschien ook niet echt het idee hadden dat ze eronder gedrukt werden, maar dat ze het ook een beetje zagen als ja, zo is het nu eenmaal. Ja, dat denk ik ook. Ofzo. En ik denk dat er heel veel... Mensen zijn nu dat zeggen, ja, maar zo moet het niet zijn. Mm -hmm. He, zo, we kunnen even goed. Zeg als je zo, uh, als je zo opkomt, hè, met, met, met gezegd, en je ingekleurd iemand, je hebt natuurlijk een totaal andere ervaring. Ja. Zo comedy, ik, ik, ik zit nu ook wel wat in comedy, maar ook een klein beetje erbuiten. Ik vind ja. niet dat er super veel ja, maar Gekleurde mis. Belgen eigenlijk comedy doen, want nee. degenen die het doen, daar weten we het allemaal van. Ja, inderdaad. Dat is duidelijk. En die zijn ook allemaal bijna toch, die hebben allemaal wel iets bereikt. Ja. Want inspireert, je inspireert, het gevoel dat je soms mensen inspireert? Oh, uh. Want wat je zei, de be, he, dance, het breakdance, de mm -hmm. hop mm -hmm. ik bedoel, met grootste respect gezegd, maar dat is een klein beetje een cliché. Precies, is comedy dan toch iets waar dat, waar dat dan toch raar was dat je dat ging doen? Goh, nee, want in Amerika en zelfs in Nederland. Ook, ik heb het over nee, hier, hè? Ja, in Turkije veel. Allee, voorbeelden daarvan. Ja. Um, goh, ik denk, ik, ik hoop vooral mensen te inspireren, maar niet alleen bruine of zwarte mensen. Maar gewoon, Wat ik eigenlijk wil brengen, is dat hé, hey, ik ben ook gewoon maar uh, een mens, zoals jullie. Dat is eigenlijk uh, wat ik daarmee Absolut. zou willen bereiken. Ja. Daarom dat ik ook. Ik vind het wel belangrijk, ik praat over de dingen die ik meemaak in mijn dagelijks leven en dat is voor een stukje, is dat natuurlijk te maken met wie, dat ik, dat, wie dat ik ben, dat ik bruin ben, of over racisme, natuurlijk is dat een stukje dat. Maar dat is gelukkig, maar een fragment. Allee, soms mm -hmm. wordt dat wat groter en zo, hangt er vanaf wat je allemaal meemaakt die week, maar mm -hmm. gelukkig is dat maar een stuk van wie dat ik ben. En ik hoop eigenlijk gewoon, ik, ik, ik zeg het ook, ik, ik wil gewoon, gewoon mapjes maken, dat is eigenlijk... Ik heb daar verder niet zo bij nagedacht. Zeker als ik erin stapte. Ik dacht gewoon zo: ah oh, die maken moppen op een podium. En mensen lachen. Rijk. Like. Zou so, ik dat ja. ook gaan doen? Ja. Dat is eigenlijk het en waar, enige... waar is dat bij begonnen bij u? Wanneer was dat dat jij dat wou gaan doen? Dat je voelde ah, van. Dat uh... is zo raar hè. Maar ik wist, ik heb mijn, in mijn tienertijd heb ik samen met mijn neven en uh, met mijn broer. wij gingen eigenlijk naar Engeland. Mijn neven wonen daar. En wij keken altijd zo def comedy jam. Dan hadden ze mm -hmm. zo ja. Sky TV, ja, 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 dan ja, ja. Zo echt 3 miljard kanalen, waaronder eentje, iets dat leek op BET of zelfs BET zelf. En Dan hadden ze zo Def Comedy Jam, en dan zeg je zo, al die, dat waren vooral, vooral zwarte comedians, ja. een paar Hispanic comedians ook nog ertussen. Alleen Spaans bedoel ik. Um, maar um, uh, en ik, de, ik zeg er altijd van, oh ja, dat is kijk, oh dat is leuk, oh we gaan lachen, oh tof maar nooit zo. Ik ga dat zelf doen. Terwijl ik stond altijd wel heel graag op een podium, al, maar ik deed eigenlijk ook zo voordracht en zo, zo van en die dingen denk ik eigenlijk. Ja. En dan op mijn uh, 24, 25, 24, dan ik woonde vlak bij de Joker. Ja. En ik, het ding is, ik kende nul van comedy. Ik kende u, ik kende Geubels. Ik iedereen, ja, ja. iedereen in België. Als we niet geïnteresseerd zijn in comedy, ik kende toch nog altijd wel u en Geubels. Mm -hmm. Dat was voor mij ook. Ik had ook nog nooit echt gekeken of zo. En dan komen die buiten dan zo tien jaar ervoor maar ik kwam zo over bij een joker en dat is gewoon zo die sfeer zo die sfeer dat mensen stonden buiten en dan zo op een mic. en dan zo en een dag dacht ik gewoon zo oh ja ik ga dat eens proberen ik ga dat eens doen en ik had gewoon zo drie familieverhalen en ik breng die ook zo op podium maar je moet ook weten dat ik, dat was helemaal geen comedy maar ik wist ook niet, ik heb nog nooit nagedacht over zo, wat is een grap of zo. Ik dacht gewoon mm. zo, ik ga hier gewoon op het podium een beetje staan en ik hoop dat de mensen lachen. Zo. <laughs> <laughs> dat was mijn ding, dat was eigenlijk Zoals iedere comedian eigenlijk begint, in, in heel veel gevallen. Ja, ja, ja. Zo, ik hoop dat ze lachen ja, ja, ja. en we zien wel. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ik vind dat wel een grave tijd. Ja. Omdat je zo, gewoon, ik ging echt op puur enthousiasme zo. Mm. Ergens, dat klinkt echt slecht hè, maar dat kon mij ook niet schelen dat de mensen niet lachten. Ik was mijn kapot aan het amuseren. Zo. Het, ja. was wel, het was geen cringe-fest of zo. Het was niet dat het zo... Oh, oh. Het was gewoon, de mensen waren zo aandachtig aan het luisteren. Je zag dat die zo aan, aan het wachten waren op een mop, zo, maar die kan ja. niet. Die niet. <laughs> ik heb dat soms nog. Ja, echt is het. <laughs> Van die momenten dat ik denk, ik weet op wat ik al aan het wachten zijn ja, En it's not coming. Ja, echt is het. <laughs> maar dat is wel cool, je, je, want je gaat dan, je, je, want dat is ook zoiets, ja, ik, ik vind het ook grappig omdat je dat er juist zei, en dat, dat is ook iets heel herkenbaar, omdat, omdat er meteen hè, vaak hè, wat er dan Andries ook er juist vroeg aan nu en zo, ja. omdat je een vrouw bent, omdat je gekleurd bent, omdat je wordt er ook meteen verondersteld dat je er gaat staan voor een grote statement te maken ja, over wie dat I je bent of van waar dat je komt. Ja. Hè? Ja. Toen ik met comedy begon, was het bij mij ook gewoon je bent niet bezig met... Ik ga hier de maatschappij een spiegel voorhouden met mijn comedy. Dat was meer zo. Maar ik hoop dat ze lachen in die vijf minuten en dat ik er niet dood gaat. De... En dat je ontwikkelt pas wat je eigenlijk allemaal wilt gaan zeggen en doen, nadat nou dat je van die beginzenuwen vanaf zit. Mm -hmm. Dat je mm -hmm. dat je kunt op een podium staan. En zo, terwijl, uiteraard. En, ik, en dat is dan weer een van de dingen waar dat je... Ook weer gelijk, van mij wordt er niks verondersteld als je mij ziet. Nee, Terwijl ja. bij u meteen wel. Ja. Hè? Alsof ja. dat alles een lading moet krijgen. Is dat iets ja. waar dat je u redelijk snel bewust van wordt of niet? Ja, uh, ja omdat je, uh, als je op het podium komt, dan zo, ik moet dat altijd, niet in een joker, hè, daar niet meer, maar mm. ik moet dat altijd ook eventjes bevestigen dat ik zo, ik weet dat ik bruin ben. Mm. Zo, ik moet daar altijd eventjes iets over zeggen, want voor heel veel mensen, en dat is, allez, uh, ik kan u zeggen, vooral in kleinere druppen, maar zeker niet allemaal. Uh, hmm. Ik wil niet alle druppen over dezelfde kern scheren, om het zo te zeggen. Alleen maar 99,9% ervan. Korte Mark. Inderdaad, als er boeren luisteren naar nou hele, het gaat over jullie. Nee. Hullahem. ik hem! naar hem! Dat mag toch, Dat is een leuke plek om te spelen, ja. trouwens. Hulle hem, geloof ik. Ik ben, je ben je er ja. nog niet geweest. Ja, ja ik wel, ik wel, wel. het is daarom, ik wil dus niet alle. Ja, is dat... Nee, maar het is vandaar dat je ja. het kent. Want ik, 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 ik zei het ooit van uh, dat gullig hem en er riep iemand die zo. Hulle hem! He, zo goed, dat het is juist zo spreken. Dus dat was wel. Dat, ik, ik herinner me nog dat dat, dat zijn toffe plek maar dat is inderdaad ja. wel. Eh, Um, het enige dat ik ooit heb moeten overkomen in mijn leven, is dat ik zijn. Ja, ja, ja. Dat is ook wel een, een issue als ja. je buiten Antwerpen ja. speelt. Hè? Ja. Ja. Dat is een van de weinige dingen, maar dat deed jij er dan nog eens bovenop Inderdaad. Ik ben Antwerps in, zet... in, bruin, in een vrouw. Met jou is alles mis. Ja, oh. <laughs> kom jij hier zingen? You should not, ja, ja. should not be. Ik should not be. Maar ik heb wel vaak gehad, gaat... ah, kom jij, jij hier zingen of zo? Doe jij slim poetry? Oh nee? ja, kom, zo. Kom, dat, is super, o, o, dat is super. Ja, dat heeft niet te maken met het feit dat je een vrouw bent. Jij zegt gewoon een irritant persoon. <laughs> hè. Dat is iets anders. En dat vind ik vaak van, van veel van dat soort extremistische figuren. Maar als ja. ik het aan nu vraag, hè, en ja. ik moet het eigenlijk niet vragen, want veel van de dingen die je doet, zeg het al. Jij wordt eigenlijk constant geconfronteerd met wie dat jij bent en hoe dat ja. je eruit ziet. Ja. En er worden dingen van u verondersteld. Ja. Sowieso al. Voelde, voelde dat ook? Als je. Dat doet mij denken aan één ding: ik kon, ik kon geen grap van u weggeven, maar je dat op een bepaald moment in uw show oh, is er een stukje waar je het glazen plafond vermeld. Ja, hè? En, uh, <laughs> ik kon niet zeggen waar, want mensen moeten het nog zien. Maar het, het coolen is: voelde jij dat? Vind jij dat? ik heb het ding is ik heb zelf in de corporate wereld heb ik zelf nooit echt gewerkt of zo nee, dus we dus een voor comedian mij... we are useless in corporate ja, uh, ja. environments uh, maar <laughs> ik heb wel um, goh, uh, ja eigenlijk als ik eerlijk moet zijn ja het probleem is nu als je daar ah ja, ik heb wel een, ik heb een concreet voorbeeld maar dat is altijd zo moeilijk ook zo in sommige situaties zo, je zegt het onderspit aan het delven maar zo, je kunt je vinger er niet op leggen zo. Mm -hmm. Je zet, je wordt oneerlijk behandeld, maar het zijn vaak zo die subtiele, kleine dingetjes. Dat als je dat navertelt daarna, dat die persoon zegt... Ja, maar die bedoelde dat misschien zo. Die bedoelde misschien zo. Kijk, mm -hmm. typische voorbeelden in vergaderingen. Jij zegt een idee, er wordt niet naar geluisterd. Twee minuten later zegt een andere hetzelfde, wel, hetzelfde idee. idee. En dan zo... Goed idee, Rick. Zo ja, echt... Ja, 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 ja. goed. Bijvoorbeeld, um, ik zat vroeger... Ik, ik was studentenvertegenwoordiger. En, uh, ik je had jij gestudeerd daar? Uh, eerst vertalend tolk gedaan en dan journalistiek. Oké, okay. afgestudeerd? Journalistiek wel, vertalend tolk niet. In welke talen had je uh, Engels en Frans. Ah, oh, alright. Okay. Yes, very good. <laughs> Graf, hey. Journalistiek, wel cool dat je dat gedaan ja. hebt. Ja. Leuk en richtig. Dus maar vertel, je wordt studenten. Ja, en ik zat dan op den duur, ik was dan zo voorzitter van de studentenraad van heel Artesis toen nog. En dan kwam wij in de raad van bestuur, dus het hoogste bestuursorgaan van Artesisch Hogeschool. Mm -hmm. Nu is dat uh, AP. Die zijn samengegaan met Plantain, dus dat maakt niet uit. School met, wij zijn 6000 studenten of zo, denk ik. Uh, dus dat hoogste orgaan is zo met alle. Zo echt de oude, ja, sorry, gesten, maar echt zo de oude dinosaurussen. Maar ik bedoel, mm -hmm. echt zo'n 80 jaar die dat er zo nog zitten in de raad van bestuur van zo ja. 30 jaar geleden. Zo. Zo, en die vorige... Vroeger mocht je negers nog aanraken in de zon. Ja, echt, echt, echt zo, yes. <laughs> dat, dat soort mensen. zo, yes. <laughs> <zo, laughs> een inboorling. <laughs> <laughs> maar, maar. Zo. Maar, maar, die praat Nederlands. Ja, dan zeg je nee, Nederlands. Nederlands. Ja, ja ik snap wat je wilt zeggen. Ja, en, ja. en die gasten, um, die voorzitter, die noemde mij ook altijd juffrouw. Ja. Maar die noemde iedereen met de... Hey, er stonden zo'n naamkaartjes mm -hmm. hey, Meneer Verelst, uh, mevrouw uh, Van Eek. Uh, die... En die tegen mij juffrouw, juffrouw, juffrouw. En ik is zo... Ik zo een tijd, maar dat is maar één van de... Ik zo, mm -hmm. ja, wil jij mij alsjeblieft mevrouw en Soekie noemen? Want je noemt hier iedereen mm -hmm. meneer en mevrouw en mij en het juffrouw. Maar, en dan zegt hij zo, oh, en, en dan was hij zo, oh, oh, zo, en iedereen ook aan die tafel zo, oh, oh, zo. aan mij die is niet op haar mondje gevallen. Maar zie je, ja. ik ben al niet op mijn mondje gevallen, ik ben ineens al zo een straffe tante, omdat ik gewoon vraag om hetzelfde te worden aangesproken als iedereen rond mij. Ja. Dat is gewoon zo, dat is voor mij, dat is een, een heel klein voorbeeld en dat is, dat is gewoon maal duizend, weet je? Dat is één voorval. En dan mm -hmm. heb ik het natuurlijk niet over uh, de deur open houden voor iemand, dat vind ik graf. Nee, nee, um, nee. Maar wel um, dingen. Ge... Oh, nog vorige keer. Vorig... Zo, ik, ik was aan ping. We waren zo'n zo, zo brainstorm, zo'n hele groep. En er stond een pingpongtafel. En wij beginnen te pingpongen. En er komt een gast en hij is. Als je een backhand doet, dan moet je je pingpongballet zo vasthouden. Mm -hmm. En ik kijk dus naar wie de fuck zeg je. Je, je vind tien jaar jonger als mijn bollet af. Yeah. What the fuck is this? Zo, ik heb u niet om. Maar die was al heel zo zo van die dingen. Dat is ook zo... Maar had ook jij ja. dan het gevoel dat dat, dat dat je dat puur daar op, je zit op, dat niet op bij je had, omdat jij een vrouw wordt of ja, omdat je d -d soms voelde of dat misschien wilde wat... die zijn ja. eigen een beetje interessant maken bij wie Witte. zo de, ja. de ik zal u even van achter vastpakken en ja. laten zien hoe je met een poolkuip en dan uh, en dan uh, <laughs> zo, baba muziek wak, 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 en, ja. en voordat je het witte zitten we ja, in, uh, word jij niet gewoon verseerd? Debbie Dallas was je niet gewoon een beetje de interessanten te totangen tegen hem? maar ook dat is voos. ja en ik snap alleen als je dat is... maar, ja, maar dan, dan is een voors, dat is die dat, dat, dat is iets waar ik nog van denk. Dat moeten mannen kunnen vergeven, want wij zijn daar ook niet zo goed in altijd. <laughs> Dat is ook wel iets dat moet gezegd worden. De, hoe hoe mocht een move naar iemand dat je leuk vindt, ja. vaak ze niet op je best dat je dat dan nee, toont. Oh, nee, ik word ja. nooit, het is, ja. ik word nooit kwaad als iemand zo, want dat is inderdaad zo vaak zo. heel Clunzig zo, nu maak ik je nummer zo eerst? Van waar kom die jij ineens? Zo, in zo voel ik uit nergens. <laughs> dus dus ik, word daar nooit, ik word daar nooit kwaad over. Maar je merkt heel duidelijk voor mij het verschil tussen een soort klunzige soort, uh, flirtmove. Mm -hmm. en tussen. Ik zal het daar even eens gaan uitleggen. Zo. Dat ja. voelde keihard. Of ja. Vooral omdat je dat. Je merkt dat als je een tijd bij een groep bent of een tijd bij iemand bent je merkt dat, soms merk je dat de verhoudingen ineens dat mm hij -hmm. dat alleen bij u doet ja, 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 ja. Of, of even hoe de 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 gast van telenet komt thuis de internetbox installeren ik de toen was ik nog samen met mijn vorige vriend ik was de ik de technische thuis ik mm -hmm. ken al die ik, ik weet hoe het is. Ja, ik zo bij dat die de maar thuis dus is dat jasmijn ook ah wel ja, ja, en absolute. die gast die praat net ja. tegen ja. mijn vriend en ja. ik stel net de vragen van ah en kunnen we die modder misschien niet boven zetten? die antwoord tegen mijn vriend ja. Heel de tijd zeg zo ja. echt want wat je zegt klinkt natuurlijk heel erg en God, ja, we hebben ons er sowieso ook al schuldig aan gemaakt. Ja. Eh, niet? Nee, ik heb nooit. Eh, ja, maar eh, spreek voor uzelf eh, Andries. Eh, Oké. Okay. <laughs> <laughs> ja, onget, ongetwijfeld, ongetwijfeld. Maar wat ik uh, me dus afvraag, eh. wat ik me afvraag... Ja. Is dat iets dat je vooral meemoakt van de mensen die een generatie, wil, zoals die van ons? Één à twee jaar oud. Ik vraag me dus af. Hey, ja. uw, uw leeftijdsgenoten, de zogezegde, de, hey, de, zo, de, de millennials, gaan ze iets ouder. Maar je weet wat ik wil zeggen? Ja. De generatie na ons, de generatie die eigenlijk uh, er zich al is beginnen storen, om het zo mm -hmm. te zeggen. Uh, doen die dat zelf ook? Of worden ze zijn, zijn nog altijd slachtoffer van mensen die inderdaad ouder zijn? Dat zijn meestal mensen die ouder zijn. Dat denk ik ook. Ja. Maar, langs de andere kant, in onze DS waar ik zus heb van de pingpongpillet, die was tien jaar jonger dan mij. Dus het is niet. Denk en... je dat ze ja, maar zelf... de doen? Douchebaggery, Er is toch in <laughs> een leeftijd douche, op elke manier? Douchebaggery! Maar denkt u dat dat zichzelf dan een beetje gaat oplossen als de generaties verder gaan? gaan? Ik denk dat ook gewoon, ik denk dat dat van zichzelf gaat oplossen als we er blijven op wijzen. Langs de andere kant wil ik ook zeggen dat, um, ik ben ook, ik ben een feminist, maar we zijn allemaal ook Oh God, woord, Get in... out now, leave this podcast immediately. A shant. <laughs> God damn it. <laughs> Weer spannige vrouw. <laughs> Uh, we, zijn ook allemaal, je, we zijn ook allemaal aan het leren nog, hè? ik bedoel, hmm. ik ga nooit kwaad worden voor, voor tenzij het echt de extreme douchebagger. Ja. maar buiten dat, ik, het is ook wel gewoon, oh, soms is, zeg ik dat ook gewoon dat is, tegen dat, dat, geest, we maar moeten... waarom, waarom dat ik er juist ook bezig was over dat over ambetant dat worden van dat extreem, dat bedoel ik alleen maar mee, dat in mijn heel veel gevallen, er iets ongetwijfeld waanzinnig veel seksisme in onze maatschappij, hmm. nog altijd, maar heel veel ervan. Is een soort, ja, is het, wat zegt dat? Een erfenis van millennia lang ja. doorovergegaan, waardoor dat je ook vaak dingen doet zonder dat je eigenlijk de bedoeling hebt om die mens als minder te zien of als. Hè, maar dat is zoiets waar je van denkt: ah oh ja, cool dat ik hierop gewezen word. Want ik iets klein, eigenlijk dat iemand bijvoorbeeld zegt: oké, okay, guys, allemaal klaar. En dat iemand zegt, ja, we zijn niet allemaal guys. Er zijn ook niet guys hier in de kamer. En dan kun je denken, wat een gezag hmm. Maar aan de andere kant kun je denken, oh ja, dat is misschien niet klein. Dat kost niet veel Vang. moeite. Ja. En toch verandert dat veel. Yep. Dus dat zijn ook allemaal dingen waar ik ook van denk dat dat cool is. Maar je zit nu in zo'n soort. Alleen nu is ook heel overdreven, want uiteraard gaat dat over een heel klein percentage. Dat wordt gewoon alleen enorm hard uitgesmeerd Jeep, in de media, heel momenteel. Hè? Want en dat, er wordt moet... ook veel erbij ja. gepakt. Mm -hmm. kind met badwater, collateral damage, zit er ook wel in. Want hetgeen mm -hmm. dat we zeggen, we maken ons schuldig aan, dat zijn dingen waar je niet mee bezig wordt. Dat gaat dus niet over extreme dingen, maar dat gaat nee, inderdaad nee, nee, over die nee, detailjes, nee, nee. omdat die inderdaad, ons generatie, je, je zegt niks anders. Op de werk, je, je ging gestudeerde, je, je zag niks anders. Je ging werken, je zag niets anders. Ik bedoel, Hollywood films. Dat is ook niet dat, die, uh, dat, dat, dat je tot een John Wayne film moet teruggaan om seksisme uh, pas te vinden hè, in een film. Nee, nee, nee. <laughs> nee, 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 nee. Dat is nee. Mega... En, het, en het coole daaraan nee. is wel, en dat is wel goed, is dat, dat je wel voelt dat daar echt, echt een shift aan het ja, gebeuren nee, is ik... momenteel. Ja, hè, sowieso. Ja. Dus dat, is, en dat vind ik ook alleen maar een goeie zaak, want dat is, daar zit mijn kritiek niet. Ik, ik, heb, ik heb nooit iets um, nooit een probleem mee. Nee, dat we allemaal meer op gelijke voet met elkaar beginnen te leven. Het is alleen het, het... hetzelfde is, ik denk dat niemand ooit, um, ik denk dat er geen ene mens op de wereld is, waar dat ook vandaan komt of wie dat ook is dat deze graag krijgt. Het is allemaal haar schuld. Ja, ja, ja. Zonder dat je het gedaan hebt, mm -hmm, eigenlijk. Mm -hmm. He, zo, als ze dat nu zeggen tegen Mao of zo, en je zegt: Oh, allee, die 85 miljoen Chinezen pf, doen hij niet zo moeilijk. Dat snap ik. Maar voor yeah. iemand dat gewoon zegt: Jongen, ik, ik ga ook gewoon maar naar mijn werk. Ze, zo. Yeah. Allee, snap je? Zo, yeah, dat, yeah. Dat, er zijn ook zoveel dingen die, die, die zo. Dat, dat heeft, het heeft een neiging, en dat vind ik een beetje het jammeren eraan. En daar is de media ook heel schuldig aan, vind ik. Die, die spelen maar al te graag dat oorlogje tussen mannen en vrouwen yep, uit yep. tegenwoordig. Waar ik van denk: Jongen. Een oorlog, er vallen alleen maar slachtoffers. Hè. Dat hij nooit een winnaar Dat hij gewoon de kant met de minste collateral damage is degene die wint. Mm -hmm. Maar mm -hmm. uiteindelijk blijft dat voor iedereen. Ik Kut. vond dat je dat, dat, hard, is... dat je dat heel hard merkte. Mm -hmm. toen, hey, we moeten misschien nog eens een gedachte over zeggen. Want uh, toen dat geval, ja, yeah. de, dat vond ik uh, bijvoorbeeld een, uh, een toonbeeld van wat er mis is. Spannend hart. Met, ja. met al, op alle vlakken. Hè. Mm -hmm. dus mm -hmm. Laat dat duidelijk zijn. Op alle vlakken. Zowel de reden waarom dat gebeurd was, verschrikkelijk, en dan ook die een aftermath achter. Dat was... Hey, dat, dat, kon horror, toch, dat kon toch niet de bedoeling geweest zijn? En ook hoe dat dan ingesla... Dat er eigenlijk, hoe langer dat, dat duurde, dat dan de media of wat dan ook de situatie ervoor zorgt dat het niet meer duidelijk is om wie dat het ligt. Nee. Dat vond ik er heel zot aan. Yeah. Wat denk je daarover? ik denk ik wil zeggen dat we ook met Charlie... Charlie mag je zeggen hè met Charlie mm -hmm. hebben we daar ook verschillende artikelen je mag zeggen wat maar je wilt show de... je zit op de podcast <laughs> je moet geen rekening houden met adverteerders we don't give a fuck zegt wat dat je wilt uh, ja absoluut uh, we, we hebben daar met Charlie en wij daar met de <coughs> met de hoogte dat is dat juist was gebeurd zijn wij de eerste dat daar een artikel over gepubliceerd nee, um, eentje waar we die uh, die dat, dat masker dat was aangevuld Antwoord hebben gelaten, mm -hmm. uh, omdat wij de enige. Daarna hebben ook alle journalisten gebeld naar Charlie voor dat nummer van een te krijgen. Is wat? Um... Daarna hebben we nog verschillende artikels gepubliceerd die dat nuanceerden en die dat alles zo in een kader zitten en alles zo in. Een... Mm -hmm. Maar dat zijn niet de artikels die gelezen worden. Helaas, ja, dan is er iemand dat duiding komt oh. geven. En, die dat ding... en heel dat jammer aan dat voorval vind ik, dat ze. Dat hebben echt karaktermoord gedaan. Want die, het, het ding is, zo'n racistische aanval, en als je het aan je haar trekken en dingen, dat komt echt, ik ga je zeggen, dat komt keihard binnen. Dat is echt, dat is traumatisch. Dat is voor de rest van je leven... Ik weet dat dat misschien overdreven klinkt, maar dat is op geen enkele manier goed te praten. Door ni niks er is niet goed te praten en dan komen er allemaal mensen ik kom ja maar zij heeft geschreven op haar 15 dat ze I hate white people nadat ze 12 years a slave heeft gezien en uiteraard dat is een keiharde tweet ik sta daar ook niet achter er is niets dat jij moet zeggen maar moeten nu echt van een masker... dat 15 was en dan een tweet heeft verstuurd nadat ze een vreselijke film heeft gezien over de geschiedenis van de, van de slavernij en sowieso vind ik het er al een beetje voor. Maar mm -hmm. dan moet ze daarom, <laughs> daarom. Ja, maar. Dus, dus ze verdient ze dat dan? Van naar een optreden te gaan? En te pro zelfs al heeft hij proberen voorkruipen. Ik bedoel, dat, dat vind ik ook niet graag. Hey, kun je niet tegen iemand zeggen: hey, je moet niet voorkruipen. Je moet dat niet is vo en nog iets niet ineens zo. En dat liedje zingen. En, ik dacht, maar we, 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 we verliezen. Dit ging over het feit dat hij gewoon is. Alleen die is gewoon echt racistisch aangevallen en dat is echt, echt, echt niet graaf. Dat is echt het voorste waar je kan overkomen. en, dan, en, en, en zo de, want zoals ik zei, dat je hier ook bevestigt, het, het vieze zat eigenlijk in de achteraf. Ja. Hey, het, voor de persoon zelf was het vieze uiteraard de gebeurtenis, maar achteraf werd het. Ja. Um, op, op, wow. wie, op wie stikte dat eigenlijk? Ja. wel, ik denk dat het hoe bedoelt je? Op je ah, wel, stikker, nee, de... mensen denken dat het is de maatschappij hè, dat, dat, ja. hè, het is. Het, hè, dat is nu heel veel. Het, het onderliggende, het sluimerende. Mm -hmm. uh, mm -hmm. er nou ook zo dat ding gedaan. No, met je hoofddirecteur, waardoor dat het ook weer daar weer de essentie uit het oog verloor, omdat het weer zo extreem was. Um, denkt u dat het, ik, media gaat er heel altijd heel, heel erg extreem op in? Ja, denkt ja. je dat dat een goede zaak is? Denkt u dat dat de enige nee. manier is om het nee. onder man te brengen? Of denkt u dat nuance toch kan... Kan helpen in deze situatie. Ik denk dat nuance heel hard kan helpen. Uh. Ik denk dat nuance niet is, dat zo belangrijk is, dat we dat, dat, we dat even eens terug een beetje op een voetstuk moeten gaan ja, zetten. Want, dat, ja. want het enige dat je nu nog maar krijgt, is je hoort alleen de extremen tegen elkaar roepen. Ook zo van die dingen als je Maar ja, de, nuance, de, de, kunnen, de, de, kunnen, de onderbuik kunnen, van Vlaanderen is racistisch. Dan denk ik ook, wat voor een kort door de bocht een bullshit is. Maar ja, is dat 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 is het, probleem, de probleem, het probleem, ah, het probleem ja. Gaat, gaat inderdaad zijn om nuance op grote schaal te Kunnen laten werken. Dat Want dat is in de worden. geschiedenis nog niet vaak voorgekomen nee. dat dat lukt. Waarom ik zeg van ofwel het shock-effect ofwel totaal tegenovergestelde. Ik denk, wat hij, uh, alleen, een, een oplossing is natuurlijk nooit de bestaar, niet, Maar uh, wat hij heel belangrijk is, als het gaat over dingen als racisme, is uh, mensen, als er racisme wordt genoemd... racisme is eigenlijk iets heel banaals. Dat is iets dat gebeurt elke dag. Dat is iets heel maar daarom niet kwaadaardig. Hè? Maar daarom niet, het is wel kwaadaardig, maar het is ook heel banaal. Dat gebeurt keihard veel. Het belangrijke is, denk ik, dat als je iemand ziet die daar racisme meemaakt, of, of en zeker. Ja. Stel je gaat zelf. Dat klopt niet helemaal, maar stel je gaat zelf naar het buitenland en je gaat naar een land waar heel veel zwarte mensen wonen, of bruine mensen, of whatever. En je ervaart dat en je komt terug en je wilt dat vertellen tegen iemand. En die persoon zegt tegen u: weet jij wel zeker dat die iemand het geld aan u vroeg omdat je blankt? Maar mm -hmm. weet jij dat zeker dat die je iemand het volgt? Weet jij dat zeker? Weet je ervaring wordt constant in vraag gesteld? En dat is het grote probleem is dat je komt met een racistisch probleem en je komt naar voren of komt naar boven en die gasten door dat liedje van Congo zitten zingen op Congo in, in, in Pukkelpop? En direct, direct wordt de persoon dat dat zegt direct in vraag gesteld. En ik snap, hmm. er moet een stuk in vraag gesteld worden altijd als er iemand met een bewering komt. Maar dat is gewoon, dat is de directe reflex van zo. We gaan nu tegengestelde bewijzen. Dat is nou, niet dat hangt, in vraag stellen. Ik vind, ik vind uit dat er eigenlijk bij bepaalde vlakken hangt dat er helemaal niet vanaf. Namelijk mee, het is gefilmd. Hè. Je hoort die gasten dat zingen. Ja. En dat is gewoon fout. Ja. Ja. Ik heb niet zoiets van... Ja, maar wel zeker dat, dat dat boeit mij? Niet hoe hij dat, dat bedoelde. Dat was mm -hmm. wel een beetje redelijk duidelijk. Zeker mm -hmm. dat je dat met een hoop volk scandeert. Mm -hmm. Wat mij er vooral heel erg aan stoorde, was die mensen die dat, dat aan het filmen waren, maar niemand die dat ertussen komt en zegt... Hé, hey, stop daar eens mee. Ja. Want dat denk ik dat, dat een van de belangrijkste dingen is, waardoor dat je het kunt oplossen op een microschaal. Hè. Daarmee ja. bedoel ik niet op wereldschaal, maar op als jij letterlijk in de post staat en je een postbediende, <coughs> de zwarte mens voor je echt racistisch behandelen, dat je er tegen zegt: hé, hey, man, het is normaal die vraag, doe ik maar niet. Mm -hmm. Gewoon als je dat al doet, dat, dat, dat is nog niet, dat is geen eh, great act of heroism of zo. Mm -hmm. Je moet niet met iedereen gaan vechten of weet ik wat nog allemaal, maar dat je gewoon even zegt: van, hé, hey, ik zie jullie hier aan doen, mm -hmm. en toen zijn, deze is niet oké, okay. mm -hmm. dat ook die persoon die daar staat. Zijn eigen is twee seconden niet helemaal alleen op de wereld voelt. Want mm -hmm. dat is wat dat, dat meisje ook wel moet gehad hebben op mm -hmm. dat moment. Hè. Ja, ja. Ze van, er staat hier tien man die het walgelijk naar om te roepen. Heel uh, politiek correct. We zijn allemaal links op Facebook. Uh, mm -hmm. Pukkelpap er rond, maar niemand doet zijn mond open. Nee, ja, nee. En dat is hetgeen dat mij het hardste stoort dat ik denk hé hey mannetjes zit is niet allemaal alleen links op Facebook mm -hmm. en niet alleen liggen kakken over de NvA en Bart de Wever en Donald Trump en, maar als jij ene kans zit om er iets tegen in te brengen dan film je het liever om het dan op Facebook te zetten en dan die grave opmerking te maken die je eigenlijk had moeten doen toen dat je erbij stond. Yeah. Yeah. Dat is iets heel kleins, maar dat denk ik dat voor veel verandering kan zorgen. ...als veel mensen beslissen van dat meer te doen. Yeah. Ja. Gewoon, gewoon dat. Dat klein beetje... Ja, jongen. Dat moeten ballen worden, dat, ja, dat is niet meer uh, Ja, man. Meer ballen. Of... of. Grutter foef. toch uiteindelijk. To to ja, Grutter foef, godverdomme, dat hebben we hier, dat meestal nodig. Grutter schaamliepen. I don't know. Uiteindelijk is toch ja. meer ballen, sorry. Ja. Ja, ja. Nou, jullie nou, betoog toch we, meer ballen. Je we Weet toch allemaal, ja. Ja, 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 ja. Het moet toch ja. weer helemaal van de blanke man komen, Estropan. <laughs> ik wil nog één ding toevoegen. Hoor. Nee, nee, maar doe maar. Die, die microschaal is. Nee, 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 nee. nee. Die, microschaal, die microschaal is keihard belangrijk. Nee. Maar ook uh, op vlak van zo, luisteren naar mensen met ervaringen, sowieso gewoon over het algemeen, maar zeker ook, ook naar mensen met racistische ervaringen, ik krijg keihard vaak de vraag: zeg, dat racisme, ik er daar aan mee, eigenlijk? Mm -hmm. nee? Maar zo, de, de manier waarop je die, die vraag stellen, is eigenlijk al. Ik geloof niet dat het bestaat. Maar jij mm -hmm. moet nu persoonlijk het tegendeel gaan bewijzen. Terwijl, dat is ten eerste echt een buzzkill op een toffe avond. Je bent present met je vrienden en er komen nieuwe mensen bij. Oh ja, present. Zeg, vertel eens over de traumatis Alle traumatische gebeurtenissen in je leven. Zo. Right, so, ja. merci voor die vraag nu. Maar wel, allee, dat is goed dat je interesse toont op de juiste moment. Uh, dat is ook, natuurlijk, soms is dat ook moeilijk en zo. Ik zal, soms is dat ook lief. Mensen zijn dan echt geïnteresseerd en dan wil ik dat wel zeggen. Of dan zeg ik, we babbelen er de volgende keer over. Of zo. Mm -hmm. Maar dan van mensen ook echt te geloven. Mm. Want je wilt niet weten hoeveel dat je op ongeloof botst. Mm. En mensen denken, maar dat is niet echt waar. Of die er alleen de extreemste gevallen geloven. En zelfs dan, hè, ja. en op, zelfs dan is het niet valide. Mm -hmm. Dus het feit dat je iemand zijn verhalen als valide aanneemt, als echt, als waar. Dat is heel, heel belangrijk. Ja. En een discussie blijven houden. En dat is natuurlijk, bij bepaalde dingen is dat gemakkelijker en bij andere dingen is dat nog moeilijker. Bij racisme is dat vaak nog wel iets waar ik van denk, ja. Eh, je kunt zeggen, ja, ik word altijd racistisch behandeld. En dan kun je zeggen, ja, ja dat zal wel. Hè. Je zegt gewoon te lui voor dat te doen. Of te, hè, want dat is ook heel vaak zo'n houding de... dat mensen hebben. En ja, ja. ja, wat je ook heel dikwijls krijgt met al het de hele Black Lives Matter gegeven, is ook dat ze zeggen: ja, maar het zijn nog altijd meer zwarte dat zwarte doodschieten. En dan denk ik, ja, maar dat is een ander verhaal. Ja, 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 ja. Dat is een ander ja, 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 ja. argument. Ja, ja, ja. En het is inderdaad ook als je zegt: ja, dat meisje heeft ooit een tweet gedaan van I hate white people. Oh, dan is het oké. Okay noemt ze dan maar een Afrikaanse trut voor ja, de rest ja, ja. van haar leven. Ja. Hè? Dat zijn zo van die argumenten die zo... Dat zijn geen tegenargumenten. Nee. Dat is eigenlijk gewoon maar iets raar. Maar um, I had a point and I was going somewhere. <laughs> <laughs> en dan zei mijn hersenen, nou, wat zijn je eigenlijk aan het vragen? Nee, maar um, hetgeen dat je zegt, als je, als je het over geloofd wordt, maar ik, ik denk dat het dat nog moeilijker is, waar je dan ook nog ervaring mee hebt, want je zit ook een vrouw, is het hele gegeven van wat is wa, waar begint en eindigt ongewenst gedrag? Ah. Wat is dat? Ja, dat is natuurlijk. Sorry, want dit ja. ligt ook precies, ik wil dat wel even benoemen. alsof ik u weer eens zo'n proefkonijn aan het gebruiken ben. <laughs> jij zit een vrouw en jij hebt kleur, dus ik moet al die vragen stellen. Maar het, het coole is ook. ja, jij zit ook iemand dat in een prominente positie zit nu. En jij begint ook dingen te doen en het is zeker niet uw verantwoordelijkheid, want dat bedoel ik niet maar je zit een, ide een ideale persoon om het dan te vragen, mm -hmm, mm -hmm. omdat ik denk van ik dat, je is, je. dat is dat iets dat je ja meestal dat, stof, hé, dat is een nieuwe generatie, ja, dat, dat, is dat zijn de super. nieuwe Vincent ja. Company, de Stroma, Sue en Sukey, ja, ja. allemaal perfect uitgesproken. Oh, ja. ja, maar dat is toch Absolute. dat de Davos ja. zijn daar ook uh, een enorm voorbeeld van? Ja, ja, ja. <laughs> ik denk ja. dat het, die positieve rolmodellen. Hè? Ja. Mm -hmm. De wereld is mokka, jong. De toekomst. <laughs> <laughs> Inderdaad. <laughs> The future is, uh, is. is coffee with milk. Yeah? <laughs> maar het is, is wel. Ja, dus, dus ik, ik, uh, ik, uh, ik, ik. Ik besef dat dat dan weer direct. dat die vragen zijn dat je krijgt. Maar yes. ik, ik, ik denk dan ook zo. als je. Als je dat voelt, hè, als je zo die heel dat die, heel die MeToo-ding, mm -hmm, mm -hmm, wat, wat mm -hmm. ook zo heel hard in opspraak is in de voorbije ja. jaren, um, zijn dat dingen die dat je dan ook op zich ook ervaart als dat gebeurt constant? En omdat je zegt dat je, dat je heel dikwijls het, het gevoel krijgt met je, pardon, met, je, met je vrouw zijn of met je ja. uw kleur hebben, maar voelde jij ook een soort onderliggend: um, we kunnen daar wel alles tegen zeggen, want het is een vrouw of ze moet onze fouten. Opmerkingen, maar allemaal goedkeuren? Of? Uh, wel, ik moet zeggen, persoonlijk, uh, ik, wat ik eerst wil zeggen is dat wel, ik en alle, echt alle vrouwen die ik ken, of dat ik goed ken toch, iedereen heeft wel een verhaal. Mm -hmm. Een verhaal van een vervelende gast die daar iets heeft willen doen of iets, er is in geslaagd van iets te doen. Ten tweede wil ik zeggen dat er hè, Dus waar de grens ligt tussen gewenst en ongewenst gedrag. Mm -hmm. um, dat die grens, dat is heel moeilijk, want die ligt voor iedereen ergens anders. Mm -hmm. Ik ben heel aanrakelijk en ik ga heel rap deze doen, mm -hmm. en mensen doen dat rap bij mij, en ik, ik merk, als het vriendsch, gewoon vriendschappelijk hè, Maar ik merk dat helemaal niet ja, dat snel. Dat met mijn piemel vorige keer vond ik een beetje vervelend, dat <laughs> doet dat nooit niet meer. Maar voor... <laughs> <laughs> nee, nee maar ik snap wat je bedoelt. Ja, dat, ja. dat is iets heel persoonlijk. Maar er is ook een groot verschil tussen, um, laat ik zeggen, vriendschappelijke uh, aanrakingen, uh, misschien zelfs klunzige versierpogingen, Een zo'n gast in zijn eigen die weet helemaal niet wat hij moet doen. Mm -hmm. En de aanrendingen en die dingen, dat gaat heel vaak over eigenlijk zelfs niet iets seksueels. Dat gaat over macht. Mm -hmm. Als een man naar u roept op straat. Hey, Poepke, En dan is uh, moet jij meekomen in mij? of whatever. Die roept mm -hmm. iets. Ik weet niet waar hij gisteren roept, maar die roept iets naar u. Die weet heel goed dat er niks gaat gebeuren. Want ik kan niet. Hé, hey, Poepke, Ja? Moet ik je mijn nummer geven? It's ja. not gonna happen. Die weet ja. dat heel goed. Ja. Uh, dat gaat erover dat die u op je plaats zullen zitten die willen nu op je plaats. En dat is een heel Maar god gaar... dat daarover of zijn er gewoon soms mannen die op een onhandige manier je visie voorbij lopen en denken, maar ja, dat is een knappe, Hé, hey, dat is gewoon masker, schatteke of zo. Dat. Maar dan denk je waarom, ja. Waarom ja, omdat die, die misschien niet zo heel slim zijn. Er zijn ja, misschien ook een aantal slim, dat die niet... Of, alleen, ja. Ik wil niet zeggen dat elke werkman niet slim is, dat bedoel ik nee, niet. Nee, nee, nee. Maar je wilt gewoon, wat je zegt, want ik ben u niet aan het tegenspreken, ik ben gewoon aan het want, dat, want dat is uw ervaring ook, hè, dat je yeah, zegt, van, ik, voel, ik voel dat als een machtsding. Hè. Mm -hmm, mm -hmm. Ik wil er nog een, nog een stok in het hoenderhok gooien, maar yeah, waarom maar, niet? Maar. Heel veel van die dingen, gelijk Harvey Weinstein, ja, hè, ja, ja, wat ja. overduidelijk, hè, wat ik altijd van zeg, als 80 vrouwen naar voren komen en dat zeggen, ja. dat boeit mij niet of dat dat er 80 zijn, dan moet er maar één zijn ja. en het is genoeg, hè, vind ja. ik. Mm -hmm, mm -hmm. Voor mij is dat, als iemand zegt die je nee, daadwerkelijk verkracht, mag die van mij in de bak gaan zitten totdat hij je dood gaat. Dus dat mm -hmm. nee, interesseert me niet, maar Ik zal naar de andere kant. is. Hè. We, we weten, hè, de, de showbiz-wereld is een wereld waarin dat er nogal heel veel uh, mensen rondlopen met ego's, met ambities, met uh, hou van mij, met issues, van bij hebben allemaal een knuffel te weinig gehad mm -hmm, mm -hmm. toen we klein waren. Hè. Dus als jij bijvoorbeeld, als iemand zegt van ja, ik ben naar boven gegaan met Harvey Weinstein naar zijn hotel in de hoop dat ik een rol ging krijgen. Hoe beziedig jij zoiets? Uh, Kun je dan zeggen, ja, dan is het geschuld eigen schuld, hè, man, dan moet je niet zagen. Nee, ik, ik, als ik heel eerlijk mag zijn, en toen ik 21 was, uh -huh. ik was de super naïef. Dus als die gast zegt... Ik ben om dat hotel, ik kom daar nog even papieren tekenen. Mm -hmm. En dan denk ik, ah ja, ik kom even papieren tekenen. En dat klinkt stom, hè? Maar je ik was. Denk dat die echt... allemaal zo super naïef zijn? Ik denk het niet. En er zijn ook, en dan heb ik het niet over misbruik, maar, en dan, ik weet niet bij Weinstein, maar. Er zijn ook natuurlijk. Ja, Weinstein vrouwen... is nu het extreemste voorbeeld. Ja, ja hè. dat is echt zo. Die zegt ja. een vieze, vieze, vieze gast. Oh, dat is zo'n gast waar ik gelijk dat Dave Chappelle zo schoon zei. If you see a picture of the guy, you think. Yeah, he rapes. <laughs> ja, zo, oh, dat kan hij aan de zeggen. Als zo het ziet, dan moet dat wel. Ja, maar natuurlijk, ik bedoel, hey, dat is. Maar, maar ook gewoon. Qua, 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 ik, ik heb daar een filmpje van gezien dat hij zo. van een vrouw dat had gefilmd. Mm -hmm. En die gast. Gewoon in zijn gedrag ook. Vies, wies, wies. Nou, ik heb net het tegenovergestelde gehoord vies. van iemand anders, dat vond ik heel funny, want Ik heb ja, zo'n he? gesprek gehad met iemand op café van de week en die ja, zei: ja. Oh, zo'n filmpje gezien en je ziet overduidelijk die Griet is die kaart aan het kokteasen en die weet goed genoeg mee wat dat ze bezig is. Oh, en zo, dat soort dingen. En dan denk, ja, maar dan denk ik ook: die bestaan ook. Die hè? bestaan ook, ja. Of probeert van u erin te luizen op een of andere manier. Ja. Maar ik denk wel, in onze, als, je, het, als je kijkt naar onze geschiedenis, en ik mm -hmm. ben akkoord dat die beide kanten bestaan, dus, eh, dat er sommige vrouwen en mannen eh, valselijk beschuldigen. En, mm -hmm. eh, maar als je kijkt in onze geschiedenis en naar, naar, naar de veroordelingen bij verkrachtingen en zo, is dat heel vaak zo, dat er, dat er eigenlijk, uh, eh, dat noemen ze uh, victimblaming, mm -hmm. dus dat gebeurt ja. kei vaak bij verkrachtingen. Ja, ja. Maar, Jij moest niet buiten zijn om tien uur s'avonds. Mm -hmm. Ja, maar je hebt een tekort er ook aan. Ja, maar je hebt een strakke jeans aan. En dat is in de, in de veroordelingen zo, maar ook in de praat van de mensen... Mm -hmm. het is, hoe dat mensen praten over die is aangerand of die dingen. Ja, maar die heeft toch ook al altijd met keivele gasten in bed gereed. Niks meer te maken. Of mm -hmm. ja, maar ja, die, 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 die werkt toch ook wel in die sloes. Of ja, maar dit en ja, maar dat en wat als. En daarom komt dat soms zo hard aan als mensen zeggen. Ja, maar de vrouwen kunnen ook de mannen erin luisteren. Natuurlijk ken dat. Mm -hmm. Niemand zegt dat dat niet kan. Maar dat is gewoon omdat wij in een maatschappij zitten en al keilang in een retoriek zitten, waar er altijd over het slachtoffer wordt gezegd: Ja, maar is het wel waar? En ja, maar ze droeg toch een korte rok? En ja, maar ze wou het misschien zelf? En ja, maar dit en ja, maar dat. Dat is al veel langer en veel, een veel grotere retoriek dan. We gaan die gewoon eens geloven en we gaan eens zien oh, van waar komt dat? Mm -hmm. als, jij, als jij, ik ben al mijn verdien mee geweest, als jij een verkrachting aangeeft bij de politie. Mm -hmm. Dan moeten die. Ik snap dat ergens ook wel. Maar er is ook wel. Als, als dat echt met u, is, als dat met u is gebeurd, is het een wrak. Dat is een verschrikkelijk iets. Je komt naar de politie. En die vragen je eerst die luisteren naar je verhaal. Dus je moet dat eenmaal opnieuw vertellen. Dat is fucking hard. Je moet dat eenmaal opnieuw vertellen. En dan daarna vragen die u: Ja, maar. Je hebt daar wel berichten mee gestuurd. Ja, maar mm -hmm. je hebt wel pikante berichten ook mee hem gestuurd. Mm -hmm. en, en, en zo van die dingen. En dan, ja, dan moet ze sterk genoeg zijn om te kunnen zeggen ja, maar die heeft uiteindelijk wel ook al heb ik daar pikante berichten of lang berichten mee gestuurd, die heeft zich op mij geforceerd. En mm -hmm. dat is, om dat, dus om altijd verhaal te blijven volhouden, van zo ook naar de politie te gaan, in vraag te worden gesteld, dat is echt een gigantisch proces. Dus... Het dingen van zeggen dat iemand u heeft aangerand... Ofwel is het meestal van de tijd, denk ik, echt gebeurd. Mm -hmm. Maar als je dat verzint, dan ben je een heel kwaadaardig iemand. Ja, en die, ja. denk ik, die zijn er... Veel minder dan de echte slachtoffers. Of het, dat wil ik toch da, graag... Dat, dat wilde, dat dat wil wil ik wilde graag inderdaad geloven, toch? ja. Inderdaad. En ik denk dat... We maar ik denk dat altijd... dat ook de reden is waarom dat... dat, dat hoe, hoe jammer en hoe glaas dat, dat wel is, is dat wel een soort... Dat is wel een... Soms is het ook niet altijd dat ze gewoon niemand niet geloven, maar... Ik denk dat bij, in heel veel gevallen, zeker als je het gaat over mensen, dat, ze, dat je het echt officieel gaat aangeven. Hè? Want mm -hmm. dat is hetgeen dat ook al heel vaak niet gebeurt. Yep. Er zijn vaak. ook al heel veel vrouwen die zeggen, oh nee, ik wil niet de diezen, of ik wil niet dat. Of, ja, dus er komt ook al redelijk wat volk mee weg, om mm -hmm. al mee te beginnen. En misschien dat je, wat je ook vaak ziet bij verkrachtingsslachtoffers, dat die ook nog naar, naar hun eigen gaan kijken. Van, ja, heb ik de ja. aanleiding? Yep. Was dat? Is dat? Omdat yep. ik... He, die pikante berichten sturen. Mm -hmm. Maar ik denk ook dat politie dat doet, omdat die ook net willen uitsluiten dat dat niet zo iemand is. Dat zegt van: uh, van ja, ja, maar je, je hebt wel dat en dat en dat allemaal gedaan, dus hoe verklaarde dat? En uiteraard, als dat vooral hetzelfde blijft, ja, ik heb dat gedaan. Ja, wij vonden elkaar aantrekkelijk. Ja, ik heb er durveur zelfs al mee gepoept en dan was het oké, okay. ja, maar die avond ook. niet. Mm -hmm. Dat is ook iets anders. Dat ook. zijn allemaal ja. van die... He, het, het hele date-rape gegeven. Of het zelfs dat je verkracht wordt door iemand waar je... Al, eigenlijk In Familie principe niet. zou het ja. al bijna zelfs kunnen. Met iemand waar je mee getrouwd bent, bij wijze van spreken. Ja, dat gebeurt Op ook. Zich, he. He. Alleen gebeurt wordt dat ook, dan nog veel moeilijker natuurlijk. Maar dat, zijn zo, dat is, dat is zo'n zo onwaarschijnlijk gevoelige materie. Dat het ook moeilijker wordt. En nu gaan we dat misschien een beetje... ...de cirkel terug rondmaken en ons richting comedy terug gaan begeven. Want het, eh. Maar dat is namelijk um, hoe dat je dat vertaalt naar humor. Ik voel wel dat in, in de, de tijden waarin dat we nu leven... Ik had het er met de Jens ook nog over eh, op, uh, op onze vorige podcast. Dat van de vorige. Dat je... Uh, ja, dat, dat zo het, de gevoeligheden er rond zo groot geworden zijn... ...dat je ook voelt dat je waar je vroeger met zo'n goeie botte opmerking er vanaf kon zijn, dat dat veel moeilijker wordt. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Is dat iets dat jij zelf ook ervaart als jij speelt? Of... Ja. Ja, jawel. jawel. Uh, maar vooral ook, uh, je mocht er niet over praten. Dus... Uh, al... Wacht even. Zeker als, als slachtoffer uh, zijnde, slachtoffer, mm -hmm. als je als slachtoffer praat daarover, ja. dan, dan helemaal... Ja. Mocht daar niet over praten. Dat is zo, daar mogen geen mopjes over maken. Ik zeg alleen al maar: uh, ik, eh, ik, ken mijn, ik ken mijn vader niet. Ik ken die wel, hè? dat mm -hmm. mopkert. Ja, ja. En dat zal bij mensen zo: Oh. Ja, ja. oh nee. Zo, of moeten ze nog niet vragen: richting, als je richting misbruik gaat, heb dat al eens een keer geprobeerd? Mm -hmm. Dat is voor mensen. Maar is dat iets dat je het meegemaakt, of niet? Ja, ja, ik, heb ook, ja ik, heb ook mee, ik heb ook misbruik meegemaakt. Ja. En, ja. en hoe? Of wil je dat vertellen? Of niet? Als je dat niet wilt doen, moet je dat niet doen? Ja, dat was een... Uh, ja, ik kan het al kort vertellen. Ik heb, al eens, allee, um, ik heb uh, Als ik heel jong was, ben ik door een familie misbruikt. Mm -hmm. op, mijn, uh, op mijn elf. Ja. Dus dat is... Maar dat is helemaal geen... Allee, dat is wel een groot verhaal in mijn leven geweest, mm -hmm. maar dat is... Ik ken nog mensen, dat ik ben zeker niet de enige of zo. Nee. Dus als, vanaf dat je daar dan iemand in comedy je vertelt over je leven, hè? vanaf dat je daar een hint naar maakt, snap, dus in mopvorm, dus niet mm -hmm. gewoon zo op mijn elf, zo. Ik nee, ja, 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 gaat er dan ja. niemand leggen, maar ja. dat is uh, heel, 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 heel moeilijk om over te praten. Terwijl dat ik vind dat eigenlijk ook zo het, het, het verhalen van de slachtoffer... dat dat eigenlijk ook wel. Ik, ik heb het verwerkt, hè? anders kan mm -hmm. ik er niet zomaar over praten, hè? anders zit ik ja. hier nu ook gewoon te blijven. Ja. Uh, Alleen verwerkt, dat blijft, dat blijft voor eeuwig, dat is als dat blijft voor eeuwig een deel van u, dat gaat nooit weg. Dat denk ik wel, ja. Maar, maar, maar het is wel zo dat ik kan daarover praten en ik heb dat verwerkt en ik hoop eigenlijk dat ik met zo'n verhalen, dat ik dan ook andere mensen uit, uit, het, uh, uit de silence kan trekken daarmee ofzo. Mm -hmm. Maar dat is keihard moeilijk om over te praten, dat, niet voor mij. Allee, soms wel en denkt er vanaf wat voor dag dat je hebt want soms komt het dan, eh, dan denkt je daar meer aan als anders maar dat is heel moeilijk mm -hmm. en denk ook als als en dat is wel het ding, zo ja zo, zo mopjes. voor alle duidelijkheid ik kan wel comedy is voor mij een vraag, ik kan mij alles lachen ook als iemand als iemand dan praat over de andere kent over over allee, mm -hmm. als mop hè. Mm -hmm. ik kan er eigenlijk bijna altijd wel me lachen, omdat mijn humor is voor mij een andere dimensie, zo ook zo. Dat alles kan gezegd worden. Of zo. Ja. Ja, maar... Dat vind ik net het mooie eraan. en dat vind ik zo jammer als je dan begint te voelen. He, dat, uh, wat je vooral in Amerika nu het maar je voelt dat waait over al die dingen ja, waaien ja, ja, ja. altijd over, bij ons is dat wat trager, he, maar voelt mm -hmm. in, in Engeland is dat al, ook al een hele tijd zo mm -hmm. in Amerika heb je heel die campuscultuur he, heel dat gedoe van mensen die daar met borden gaan liggen roepen van, ja, 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 ja. We, we, we hebben onze safe space nodig als ja. iemand een andere mening heeft dan, dan ons ja, he. yeah. heel veel comedians zoals, he, heel veel mensen zoals Chris Rock en, en, ja. en Jerry Seinfeld en Joe Rogan, en die spelen niet meer op universiteiten, nee. omdat die zoiets hebben van, we hebben het gehad met dat gezeik van ja. altijd hè, zo, je eigen te moeten verontschuldigen voor humor. Hè. Mm -hmm. zo, en en ik, ik denk ook omdat jij, hè, omdat jij toch een pak jonger zit dan dat ik, ik ben. En jij zei, hè, ik, ik, ik had dat ook altijd dat gevoel, in nu 45 en zo tot mijn 40 of zo, denk ik dat ik altijd het gevoel had, dat ik zo met ene voet nog in de jeugd stond. Hè. Zo, ik denk dat jij dat nog altijd hebt. Ja, ik ja, heb niet ja, het jawel. gevoel van ja. ik ben al bij de nauwe nee, nee, hoop. Nee, nee. Dus, als je, als je gewoon kijkt naar jongere mensen of, of de... Hè, want ik heb daar minder contact mee in het dagelijks leven. Mijn vriendenkring is rond mijn leeftijd. Hè, mm -hmm. zo. Dus als je daar niet meer tussen zit, maar je, maar ik, hè, je, je hebt echt gesprekken met, met jonge mensen tussen de, tussen de 18 en de, en de 20 of zo, of, whatever, mm -hmm, mm -hmm. of 25 of 30. Um, heb je een gevoel dat die gevoeliger zijn aan dat soort dingen dan vroeger? Ik denk... Um, ja. Ik denk dat er... Ten eerste bij de jongere generatie meer een, um, een besef is van wat voor allemaal soorten mensen dat er in de maatschappij zijn, welke gevoeligheden dat er zijn, waar het er vroeger eigenlijk nooit over gebabbeld werd. Of dat, mm -hmm. um, dus dat, dat die bewuster in de maatschappij staan, uh, waar ik een positief ding vind. Mm -hmm. Langs de andere kant vind ik ook dat er een soort... Um, ik vind... Oké, okay, dus... Ten eerste vind ik dat comedy is voor mij kunstvorm. Mm -hmm. En ik vind dat je in comedy... I agree, comedy in totally. Ja, yeah. zo <laughs> yes, nee. Ik vind dat je eigenlijk alles moet kunnen zeggen. Mm -hmm. Want je kunt niet beginnen met... Ja, maar daar mogen we niet over praten, want... Want dat is... Al Iedereen heeft wel iets waar hij van vindt... Daar niet over praten, want... Mijn zus dit... Maar daar niet over praten, want... Ik heb in mijn leven dat... Dus ik vind ten eerste dat... Dat, dat je in comedy over alles moet kunnen praten. Waar hij met die jongeren... Generatie wel is, maar zeker met de internetgeneratie is heel veel mensen dat nooit een stem hebben gehad, Want die kwamen niet op de drie tv-kanalen per mm -hmm. land. En de twee radiostations per land, maar nu hé, Internet. Die, nu hebben die ineens een, um, een, een, een forum om te spreken. En mm -hmm. dat is kijk goed, want je komt ineens meningen en mensen en dingen tegen waar je ervoor niet van wist dat vind ze de, bestonden. Vinden dat altijd goed? Ik vind dat vaak ah, wel, een probleem. Ook. Ah, wel, dus voor een stuk is dat keihou. Ja, ja. Voor een stuk is dat keihou. Ja. Langs de andere kant kom je op een soort van internet crusade, de internet crusaders. de social me... justice warriors, ja, zoals ze, ze genoemd zen, worden. Ze yeah. zijn ze met veel en dat is... Het ding is, er wordt voor mij er wordt heel veel gevochten over bepaalde dingen. Ja, en die heeft zo'n foto geplaatst en dat is niet respectvol. Wendt deze, deze en deze. En kindje je de geschiedenis niet. En dat mask doet een Chinees kleedje aan. En mijn cultuur is niet, uw verkleedkast, en blablabla. Bla, bla. En er wordt zoveel, zo op kleine het, het, het dingen, iedereen wordt er gruwelijke Cultural zo appropriation. Zoals het, heet. Maar het Maar dat bestaat. Ja. Maar dat gaat over grote dingen. Dat ja. gaat over Donna Karen. Die KNY, ja. die dat gewoon naar een, een, ergens een, een indigenous stam in Mexico gaat, die patronen steelt, ja. die in haar collectie zit, ja. gewoon helemaal hetzelfde, hè? Ja. en daar miljoenen dollars mee verdient. Dat is cultural appropriation. Dat ja. Uw heritage is dat, is dat niet interesseert mij geen zak, ik is dat, ga daarmee verdienen. Ja, maar is dat, niet gewoon, is dat niet gewoon plagiaat, is dat niet gewoon pikken? Is dat niet ja, iets maar, anders uh, dan dat je dan dat... Je dat er... een, ja, maar ik denk dat dat cultural appropriation zo heet, omdat dat altijd van een groep is die dat, uh, minder, op een mindere positie staat in de maatschappij. Mm -hmm. En waarom doet dat zoveel zeer bij bijvoorbeeld, als het gaat over cornrows mm -hmm. of, andere, eh, of andere Afrikaanse haarstellen, is... Als zwarte mensen het doen, is het niet graaf. Maar Kim Kardashian heeft het ineens. Yeah. Of Miley Cyrus het En niks tegen Kim Kardashian en niks tegen Miley Cyrus. Gewoon verslag... alles tegen Kim ah, maar ja. Kardashian. And, yeah, yeah, yeah. Uh, maar dat is hij helemaal anders. Maar de verslaggeving daarover, yeah. dan is het ineens hip. Yeah. Dan is het ineens zo. Oh, Kim Kardashian invented a new hairstyle. Really? Dat is al duizenden en duizenden okay, ja, dat en duizenden jaren. snap ik wat jaren. je bedoelt. Van, maar ik heb dat wel heel vaak met heel dat cultural appropriation ding. wij yeah. zijn alleen maar cultural appropriation. 90% van de tijd. Yeah, yeah. Zeker onze... Zeker de, de, de westerse multicultuur, dat je nu hebt, waar dat iedereen van alles van elkaar allemaal pakt. Wanneer dat dingen, hè, mensen allemaal dingen van elkaar zien en invloeden hebben, dan kun je ook moeilijk gaan doen en zeggen: Hé, hey, die Nikes dat je aan hebt, zijn ontworpen door een Duitser en, uh, en zijn gemaakt door een negenjarig kind in, uh, in Azië. Ja, dus maar... waar is uw cultural appropriation dan? Ah, wel, maar zie je, die Duitse ontwerper ja. die heeft het nog altijd goed, hè? Ja. Die heeft het schoenen van hem gekocht. Dus dat is hetgeen waar dat, dat eigenlijk over gaat. Dat gaat over het feit dat je, dat je mensen benadeelt met iets door te zeggen: we pakken dat ervan. Wij, we rest. reap the rewards, maar we hebben niet het. Uh... Yep. Oké, okay, cool. Yep. Dat is een goede uitleg, want dat is hetgeen dat ik eigenlijk altijd wou weten. Ja. Dat ik denk: wat is al dat ding? Ja. Met dat, ja, wij hebben dat. Ik denk, joh, iedereen eet van iemand. Dat is ja. ook wat culturen zin Dat is ook waarom dat dingen mengen. Hè. Ja, ja. Dat is ook het coole eraan, Want uiteindelijk is cultural appropriation ook niet altijd slecht. Nee. Nee. Dat, maar... Het zou erger zijn als je het als je tegenovergestelde krijgt. En je krijgt cultural rejection. Hè. Uh -huh, dat mensen uh -huh. echt letterlijk gewoon zeggen nee, niks van hetgeen, dat ga je, het is goed. Ja, 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 ja. Maar aan de andere kant snap ik wel, als het gaat over uitbuiten van iemand die dat, dat die minder heeft, yep. dan, snap ik het, uh, dan snap ik het idee waarom dat dat... Het, is alleen het enige probleem is met al die dingen. Hè. Dat is altijd iets, dat is net hetzelfde als met feminisme, dat is met al die dingen, dat vertrekt altijd van het iets goed. Yep. En dan wordt dat opgeëist door aandachtzoekende aanstellers die dat zo belachelijk maken, ja. dat iedereen op de duur zegt... Ja, sorry, maar nu, nu ga ik de grote issues ook even onder de mat vagen samen ja. met al uw bullshit. Ja, ja maar so, ja, voilà, that is, that is ja, dat is wat er dan gebeurt. En dat is hetgeen dat ik denk wel, en dat is hetgeen dat je zeker, als, als, uh, wat ik ook heel mooi vond van Dave Chappelle, hoe dat hij dat zegt: je zegt, um, die zegt uh, tegen comedians nu, you have a responsibility to speak fearlessly. En dat is iets dat ik ook wel heel hard heb, dat ik denk: sorry, maar die bullshitters moeten er wel aan. Zo, ik, zin, ik zin wel de de, 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 de hoe zeg je dat? De overgeprivilegeerde genderqueer aanstellers die hun eigen kapot maken over een voornaamwoord. Dan denk ik: zet u niet op een plots van iemand die daar letterlijk worstelt met wie dat hem van binnen is. Mm -hmm. Het enige dat gaat je doen is aan het surfen op zijn rug. Dat ja. daarmee heel veel mensen gebeurt. Hè? Mm -hmm, mm -hmm. Waarmee ik niet wil zeggen dat je niet het, 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 dat man-vrouw ding niet in vraag mocht stellen. Waar mm -hmm, ja. hoort er allemaal bij bij hè, hoeveel is nature nurture Dat zijn allemaal heel goede vragen. Dat is ook allemaal heel belangrijk. En uiteindelijk ja. moet het niet allemaal dat MV-ding zijn of zo. Mm -hmm, dat bedoel mm -hmm. ik niet. Maar godverdomme, daar zit toch een dinde aanstellige aandachtzoekers tussen. Nou, maar dat aan de andere kant ook. Hè? Het zijn altijd wat je zegt, dat klopt, hè, maar dat is mm -hmm. om de, om, als je dan heel andere zijde pakt, mm -hmm. de rechtse kant, Ik bedoel, al die extreme rechtse onzin dat je moet lezen, dat begraaft ook iemand die een valabel, kritisch punt zet ja. bij, bij... Ja, uh, ja absoluut. Bij, die word, want als ja, je ook maar één keer iets anders zegt, dan worden onmiddellijk in dat kamp ge yep. Ja, maar daar hebben we het weer over, die polarisering, ja. hè. wederom, dat is dus... die nuance, dat is het feit dat je moet het ook niet, je moet het ook niet eens zijn met elk ding dat, dat de linkse media kakelt, dat je dan direct moet zeggen, oh ja, tuurlijk, want uh, dat, dat is nu weer het belangrijke ding van de dag. Maar ja, jammer maar helaas, hè, je doet ook de, meestal wat de de grootste hypocrisie is aan de rechtse kant dan, als het dat dan al is. Hè. Zo, dat, dat, de, 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 de zogenaamde, zeker in politiek, hè, want dat, dat je merkt dat dat degene is wat het meeste nekt, zijn meestal die hypocriete family values dingen, Dat mm -hmm, mm -hmm. is de klassieke familie en zoals het hoort man en vrouw en kinderen en dan blijkt dat die zo gay clubs afgaat in het weekend <laughs> en dan wordt hij ontdekt en dan valt hij deur de mand en dan, dat is dan die hun grootste schande van ja, 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 ja. He, dat is mijn leugen dat is mijn ja, façade... Ja, ja. He, wat daar heel vaak mee links dan Hetgeen is dat die ook onwaarschijnlijk onverdraagzaam zijn. voor alles dat niet denkt, gelijk dat ze yep. denken. maar ze prediken een godgaanse dag dat je verdraagzaam moet zijn. Ja, 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 ja. Dus dat is het ding wel waar we het er straks over hadden. dat ik ook heel, heel dat nuance. dat je kunt niet, dat, dat kan niet belangrijk genoeg zijn. Nee. Dat, dat kan echt... niet belangrijk genoeg zijn. Want dat is, dat is net het ding dat we het hardste missen nu. Ja. En dat is ook het coolste waarom dat, dat je dingen doet, gelijk hoe onnozel het ook is, gelijk podcasts. omdat dat iemand een nuttig je kunt iemand een uitleg laten. Doen. Ja, inderdaad. Weet je? En je kunt ook eens een keer dat jij nu net tegen mij met cultural appropriation hebt gedaan dat ik denk: "Ah, oh, fuck, ik heb hier iets geleerd." Ja, yeah, ja. Yeah, zo yeah. shit, ik had daar een mening over, maar zo had ik het nog niet bekeken. Mm -hmm. zo, is, zo is iets dat, dat binnenkomt en dat je denkt: "Ah oh, ja, tuurlijk, dat gaat over uitbuiting." Dat is een ander vooral dan ja, ik heb ik heb dreadlocks, eh? yeah. En dan zeggen mensen: "Ja, maar de zwarte mensen hebben daar niet uitgevonden, zo, hè, want de holbewoners hadden ook al dreadlocks." Ja, mm. 9 van de 10 wel, want yeah. die was er nu naar niet. Eh? Yeah, yeah, yeah. Dus het is inderdaad zo'n ding dat je, dat je snapt van uh, uh, van hoe, ja, hoe dat dingen kunnen veranderen als je, als je eens een keer babbelt met elkaar. Ja, en daarom komen die ook zo graaf, Omdat ja. wie heeft er nu nog in dit internettijdperk een uur twintig, of in ieder geval drie uur en een half? Ja, ik kon <wou> daar precies <laughs> niet zeggen. <We> moeten... <laughs> Om mensen een boodschap te geven, ja. en dat die luisteren, ja. heel de tijd. Aandachtig. Ja. Ja. Hey, dat is insane. Dat is keihard eigenlijk. Ja, en dat is waarom dat ik ook altijd gevonden heb dat dat dan de laatste echte vorm van, van punk is. Hè? De laatste vorm van uh -huh. deze, hier, hier moet het eigenlijk in gebeuren. Ja. Want vanaf het moment dat we beginnen van... Uh -huh. ja, met al die gevoeligheden moet er rekening gehouden worden, dan denk ik, ja, dan, dan is het op. Hè? Ik denk gewoon dat er meer soorten comedies moeten bijkomen. Dat ja. denk ik. Ja zeker meer ik like denk dat je zegt de van de, ik ben een van de weinige bruine comedians mm -hmm. moeten er meer mm -hmm. vrouwen moeten er meer maar ook nog meer mannen gewoon meer, meer mensen gewoon ja. meer comedians dat denk ik dat dat de, de, op, de oplossing is niet censuur of zo jij mocht dat niet zeggen en jij mocht dat niet zeggen je, mm -hmm. nee dat is nooit de oplossing maar zeker alleen, zeker met niet. maar gewoon meer mm -hmm. meer mensen meer standpunten dat denk ik we waren toch terug bij Comedy aanbeland, dus je gaat binnenkort in première met Zootopia, je yes. eerste show. Eh? En uh, ik heb al uh, try-outs gezien, dus ik, uh, ik had al door dat het cool was. Dat is mm. tof. Ziet er goed uit. You're one of the mo uh, genuinely funny women. Want, eh? ik bedoel, de is ook heel... Hoe zeg je dat dan? Het is niet dat vrouwen niet grappig zijn, het is dus gewoon procentueel gezien zijn er minder. En van de mannen is ook maar één op honderd grappig, dus is... die zijn al hiermee meer. Ja. Dus dat is, dat is waarom dat die discrepantie er is, dat vind ik ook allemaal heel logisch. Maar je gaat, uh, je, je gaat dat doen, je gaat ook een tv-programma doen. Want ja. dat heb ik, uh, omdat je op zoek gaat naar roots, of hoe ja. zat dat eigenlijk? Wat... Ah, wel, uh, dus ik ben uh, half Congolees en mijn papa is Congolees en... Uh... Onze Congolese familie, en hey, mijn mama is Belgisch. Onze Congolese familie woont over heel de wereld eigenlijk. Mm -hmm. Ik heb familie in Canada, in Amerika, in Engeland, Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Zuid-Afrika, Kyrgyzije ook blijkbaar. Kijk eens aan. What the fuck. Kyrgyzije, man, <laughs> Jezus Christus. Okay. En ik ga naar vier landen um, ja. om mijn familie daar te bezoeken. En God, en naar welke landen? Uh, naar de USA, ja. uh, naar de UK, ja. Duitsland, daar zijn we okay. allemaal geweest. En dan. Congo. Alright. Ook. En dat daar, daar lijkt alsof je daar het zenuwachtigste noemt. Ik ben daar zenuwachtig voor. Nee, waarom? Ja? waarom? Uh, omdat ik ten eerste een heel Westerse blik heb zelf. Mm -hmm. Ik heb nog niks van Congo gezien buiten waar je op tv ziet, en dat is altijd miserie. Dus ja. dat is dikke bullshit, want er wonen ook gewoon mensen met levens. Mm -hmm. Maar ik heb dat nog nooit gezien. Nee. Dus ik kijk daar met een heel Westerse bril naartoe. Langs de andere kant ben ik zenuwachtig, omdat dat, zo, dat is deel van mijn identiteit is en zo, ik weet dat dat kei emotioneel gaat worden voor mm -hmm. mij. Dat ik zo ga aankomen en zo, de helft van mij is van hier. Ja, 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 en dat ja, ja, ja. zo, ik, ik, ik weet niet hoe, de, ja, ik ga dat super zot vinden, ik ben ook nog nooit in heel Afrika ook nog nooit geweest. Mm -hmm. Ik heb alleen nog maar het Westen gedaan, Europa en Amerika, ja, mm -hmm. en dan zo New York, dus dat is ook niet echt. Yeah. Dus ik, 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 een beetje, ik zet mij schrap voor de emotionele impact. Ja. Ja. Nou, dat ja. gewoon wel zot in. Ja. misschien dat is wel uh, eentje waar ik er straks het al over wou hebben. Omdat ik ook. Ik, had, ik heb eigenlijk dezelfde vraag aan de Jens gesteld. Ja. als de Jens hier zat, uh, was ook heel duidelijk dat dat iemand is die, die, die veel wit en zijn eigen veel aantrekt en met veel bezig is. En als ik zou zeggen dat ik naar Zootopia kijk, dan zou ik zeggen dat dat ook een beetje gelijk met de Jens. Iets is dat heel autobiografisch is. Je vertelt heel veel dingen over je eigen. Het blinkt vooral uit in, in positiviteit en in een, een soort. Jei, hij is er niet, een angry young woman. Terwijl dat, dat wel in u zit. Want ik merkte heel hard bijvoorbeeld ook eens bij een podcast. dat wij eens over Trump bezig waren. en dat jij dan in zo'n rant geschoten is over Trump. Ja. En dan herinner ik me nog: van, uh, van, van ja, er zit ook. Ik denk dat er ook bij u, net zoals bij de Jensen, een grote sociale criticus in u zit. Uh -huh. Uh -huh. En zeker met de dingen die je nu gaat meemaken. Ook nog, want hè, gelijk dat ik meestal is met comedians. we zien alles als potentieel materiaal. Als je ergens naartoe gaat, denken oh, we: dus... maken we hier iets mee? Daar kunnen we misschien een goede vijf minuten talen. <laughs> en dan denk ik ook: als je dat gaat doen. Als je naar Congo gaat, dat, je dat soort dingen. En ook, ook al die dingen waar jij over babbelt. Het feit dat jij columnist bent, Charlie. dat jij dingen schrijft. Dat jij. Wat, wat ook een hele feministische website is. Dus jij dus zit echt wel iemand die daar over duidelijk standpunten. Heb je het gevoel dat je daar meer mee gaat doen in je comedy als je een tweede voorstelling gaat maken? Ik denk het wel. Ja. Ik, er nu zo, ik heb zo heel erg het gevoel dat ik zo de taal nog aan het leren ben. Mm -hmm. Ik denk dat je blijft leren altijd, neem ik Zoals maar je zo... zag, uh, twee weken geleden uh, was ik even <laughs> terug analfabeet. Uh, dat kan gebeuren. Het kan nog altijd <laughs> sukken gelijk de beesten zelfs, al doet het 18 jaar. Dus, uh, <laughs> dus Ja... ja. Uh, maar je voelt, je voelt wat, wat vaak zo is, als je een eerste show mocht, houd het dicht bij je wijgen. Ja. En dan vanaf dan gaat meer beginnen zeggen van. Uh, ja. En je hebt al een idee. Het is al een gevoel dat je denkt, omdat je nu toch al lang met een deze bezig ja, bent. Je inderdaad. weet wel ongeveer wat dat hem gaat zijn. Ja, ja. ja, ja, dus, ja. Wat... Ik, de, ik denk, ik voel zo soms al eens zo de neiging voor zo, maar zo kleine, zo eerder verwijzingsjes te maken. Zo. Mm -hmm. Als ik over ongelijkheid of racisme of feminisme of whatever, of over erge Voor Of sociale kritiek, dat zijn zo kleine dingetjes. Hm. Ik zal dat zo subtiel ergens echter steken. Of ja, inderdaad, of, uh, ja, ja, zo kleine sociale. Dat zit in kleine dingetjes nog in details. Ja. Omdat ik voel dat ik daar iets over wil zeggen. Maar ik denk als ik daar echt aan wil beginnen, dan moet ik echt zo. Dan heb ik een uh... Een tabula rasa nodig. Ik moet ik echt helemaal opnieuw beginnen. Alleen is dus al mijn materiaal weg. Dus ik ja. kan niet meer in deze show. Uh, en ook gewoon omdat ik wil mijn eigen, in deze show. Ik wil mijn eigen ook even voorstellen aan ja. die mensen. Ja. Dat gewoon zo: dit ben ik. En ook even zo voor mijzelf. Ik vind dat gewoon niet zo graaf Als ik nu ineens over de maatschappij begin. maar niet, niemand weet wie dat ik ben. Mm -hmm. of ik heb nog niet fatsoenlijk over mijn eigen gebabbeld of nagedacht. Ja, ja, ja. Ja. Dan is het zo heel gemakkelijk: van... dat is voor Jij zegt voor ons. Dat is grappig. Dat is, dat is, is graaf. En ik vind dat ook te, uh, iets dat comedians doen of zo, ik vind mm -hmm. dat ook gaaf. Mm -hmm. Maar dat is wel, je moet daarheen gaan. Ja, ik, denk dat dat is, een proces ik denk dat er ofzo. eigenlijk bijna geen comedians zijn die het niet, eerst niet gedaan hebben. Ja, toch ja. Zo, zowel yeah. George Carlin was heel gewoon hippie dippy Weatherman en wat grapjes en wat, wat yeah. dit en wat dat. Eh. Bill Hicks was eigenlijk ook alleen maar titten en pieten, jokes en <laughs> dingen dat hem meemokt. En, en dan is dat geëvolueerd naar, nou, omdat je weet van ja, mensen weten nu wie dat ik ben. Ik yeah. weet nu wie dat ik ben. Yeah. En daarna ja. kan ik dingen gewoon zeggen. Soon, Soekie. Ik heb een gevoel dat we nog drie, vier, vijf uur kunnen doorgaan. Ik begon dat ooit nog wel eens doen, sowieso. <laughs> maar uh, ik ben heel blij dat je zit afgekomen vandaag. Dat is ja. mega cool. Bedankt dat deze oude man ook een paar dingen heeft bijgeleerd vandaag. Kijk eens aan, hoe leuk is dat allemaal? Hè. <laughs> Zo zie je maar weer. Hè. Dus uh, voilà, ik ben heel blij dat je hier wordt. Uh, en uh, veel succes met Soetopia. Veel succes met uw uh, programma. Ik kijk er al naar uit om het te zien. En dan nodig ik u nog wel uit. En dan lullen we nog wel wat verder over de dingen des levens. Zeer graag. Zo, kijk eens aan. Dat was het weer voor Welcome to the AA. Ik was hier weer met Andries, zoals altijd. En uh, we zijn er binnenkort weer terug. Blijf luisteren, blijf kijken en, en gof vooral uh, Zootopia. Checken wanneer gaat mijn première? Nog even 7 rap. december. 7 december. Dan u, kan u gaan kijken in Den Adenberg, Schouwburg in Antwerpen. naar nou, De première zeer. van uh, Zootopia. Dat was het voor Welcome to the AA. Tot volgende keer. Laters, biatches! Goodbye. De eerste stap op de weg naar recovery is admitting you dat je een probleem hebt. Welkom in de AA. Uh-oh, -huh. ik ben hier aan je voor de Als het ergens over moet gaan. Zijn de beste dingen? de beste. Schrift op Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.